Een hartelijk woord van welkom aan de minister voor Medische Zorg. Aan de orde thans is het debat over de effecten en gevolgen van het pandemieverdrag. We hebben 8 sprekers van de zijde van de Kamer. En de eerste spreker is, dacht ik, al begonnen. Mevrouw Keizer van de fractie van BBB. En zij heeft, zoals een ieder, 4 minuten spreektijd. Het woord is aan haar. Dank u wel, voorzitter. Dit debat gaat over de aanpassingen aan het International Health Regulation en het pandemieverdrag. In de volksmond het WHO-verdrag. De vraag is alleen over welke aanpassingen en over welk pandemisch verdrag hebben we het nou eigenlijk? De juiste tekst opzoeken is een survivaltocht. Eind april is er nog een bijeenkomst om te schrappen in het woud van amendementen. En dan is de bedoeling om een week of 4 later in te stemmen. Dat is gelijk mijn eerste punt vandaag. Is het niet verplicht dat voorgestelde wijzigingen tenminste 4 maanden voor de beraadslaging en stemming in de WHA aan de verdragssluitende staten worden voorgelegd? De minister zelf schrijft in de brief van 16 februari jongstleden over geen van de voorgestelde bepalingen in de onderhandelingstekst is op dit moment al overeenstemming bereikt en deze kunnen dan ook nog aanzienlijk wijzigen. Hoe kan je daar dan over een paar weken mee instemmen? Graag een reactie, zowel inhoudelijk als juridisch. Dat er verstrekkende wijzigingen in de tekst van oktober 2023 voorgesteld zijn, is een feit. Het doel, publieke gezondheid, wordt mogelijk vervangen door alle risico met een potentiële impact. De eerbiediging van mensenrechten wordt vervangen door een zin over billijkheid en de new speak inclusiviteit. De WHO gaat mogelijk de vereiste hoeveelheid gezondheidsproducten bepalen en vervolgens landen dwingen ervoor te zorgen dat fabrikanten deze tijdig leveren. Staten moeten ook rechten op gezondheidsproducten of technologieën toekennen aan fabrikanten met als doel een billijke en tijdige beschikbaarheid en betaalbaarheid te waarborgen. Daar gaat je onderhandelingspositie richting bedrijven die nu al goed in de winstmarges zitten. De belastingbetaler betaalt uiteraard rekening. En de hamvraag, wat is eigenlijk een pandemie? Is een van de criteria daar nou wel of niet overlijdenscijfers? De directeur-generaal van de WHO bevoegdheden geven met als consequentie de inperking van mensenrechten voor een seizoensgriep enkel en alleen omdat er onder invloed van geneesmiddelenindustrie er een al te makkelijke definitie van pandemie gaat gelden, is een wereld waar de BBB liever niet terecht in wil komen. En wat verstaat de minister onder versterking van preventie vanuit de One Health aanpak? Gaan we daar zelf nog over? Hoe kijkt deze minister naar de wijzigingen? Wat betekenen deze voor de autonomie om eigen afwegingen te maken in het kader van het algemeen belang? En dat is de grondwettelijke taak van het parlement. En wat gaat dit allemaal kosten? Tijdens de coronatijd stonden we aan de rand van digitale vaccinatiebewijzen en het uitsluiten van mensen op dubieuze gronden. Nu staat er in de amendementen te lezen dat staten voor medisch onderzoek een bewijs van vaccinatie moeten kunnen eisen en vragenlijsten over de gezondheid van reizigers in moeten vullen en het gebruik van digitale gezondheidsdocumenten met verificatiemiddelen zoals een QR-code. Krijgen we nu via de achterdeur 2G digitale certificaten binnen? Ziet de minister dit ook en zo nee, hoe ziet ze dat dan? Kortom, de BBB-fractie is bezorgd over de onzorgvuldige, gehaaste en zelfs juridisch onjuiste procedure die gevolgd lijkt te worden door de WHO. Wij pleiten wel voor internationale afstemming bij een daadwerkelijke pandemie in de juiste definitie van het woord, maar hechten aan onze eigen nationale autonomie. Normaal doen we bijna 10 jaar over een nieuw verdrag. Deze wordt er binnen een jaar of 2 doorheen gejast. Zeker in het licht van de uitspraak van het Europese Hof van gisteren is een pas op de plaats meer dan verstandig. Verdragen zijn anders dan vroeger niet de weerslag van op zichzelf goed bedoelde principes. Ze zijn inmiddels keiharde regels geworden waar landen zich aan te houden hebben. De BBB is van mening dat wij de afweging in het kader van het algemeen belang moeten houden waar deze hoort, bij de nationale volksvertegenwoordiging. Wij wachten de beantwoording af en hebben een motie op zak om de zorgvuldigheid te borgen, ten einde, mocht het al moeten komen tot nieuwe verdragsrechtelijke regels, dat dit dan de verstandige zijn, voorzitter. Dank u wel. Heel goed. Een vraag van de heer Bussoff. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik was nog even benieuwd wat nou het doel van dit debat van mevrouw Keizer eigenlijk is. Het doel van dit debat, voorzitter, is kijken of de minister het met de BBB eens is dat je niet direct in mei kunt stemmen over amendementen en over verdragsteksten, terwijl je onvoldoende tijd had om die goed te bestuderen.
en om van de minister te horen hoe zij uiteindelijk deze verdragteksten gaat wegen. Er zijn amendementen bij, zoals ik moet kiezen, voorzitter, de spreektijd is beperkt. Maar als je naar alle amendementen kijkt, vind ik het zeer discutabel op grond van welke afwegingen, welke bevoegdheden worden gegeven aan de directeur-generaal van de WHO, welke ruimte de Nederlandse regering dan nog heeft en in het kielzog daarvan deze volksvertegenwoordiging. Wij hebben op grond van de grondwet de afweging in het kader van het algemeen belang voor de hele Nederlandse bevolking. En de vraag is of die met dit verdrag niet weer verder en onnodig wordt ingeperkt, voorzitter. Ja, voorzitter, dan hoor ik dus eigenlijk de BBB zeggen: wij willen niet dat Nederland straks hun goedkeuring geeft voor wat er zo nu al voor ligt. En waar 2 jaar lang al over onderhandeld is, waar de Kamer meermaals al van op de hoogte is gesteld. Wij willen eigenlijk nu alvast zeggen dat Nederland een pas op de plaats moet maken in deze internationale onderhandelingsronde. En niet moet instemmen met wat er nu voor ligt. Dat zegt u eigenlijk. Of dat zegt mevrouw van de BBB. Ik ben verbaasd dat de PvdA niet aan deze kant met mij strijdt. Op grond van de International Health Regulation is in artikel 55 voorgeschreven dat je pas in kunt stemmen met wijzigingsvoorstellen als je die 4 maanden van tevoren hebt gehad. Half februari stuurt de minister zelf een brief waarvan ze zegt: we weten het eigenlijk nog niet en het kan gigantisch wijzigen. Ook het pandemieverdrag kent zo'nzelfde bepaling trouwens. Daar is de termijn 6 maanden. Je moet hier niet mee willen instemmen, half of eind mei. Als je nu eigenlijk vandaag, wat is het, 10 april, eigenlijk geen idee hebt wat er op papier komt te staan. En zoals ik ook in mijn tekst heb gezegd, voorzitter, het is op zich goed hoor om hier met elkaar over te spreken en kijken of je kunt afstemmen op internationaal niveau, maar wel op zorgvuldige wijze. Ja, voorzitter, kan het zijn dat de Kamer in 2022 bij aanvang van de onderhandelingen is geïnformeerd over de start van de onderhandelingen, in 2023 nog een keer geüpdate is over de voortgang van de onderhandelingen, een paar maanden geleden nog geüpdate is, gisteren een technische briefing heeft gehad. Dus dat er heel veel momenten waren eigenlijk voor de Kamer om te zeggen: we willen bijsturen als we het niet eens zijn met de inzet van Nederland en de EU in deze onderhandelingen. Maar dat echt een maand voordat de onderhandelingen klaar zouden moeten zijn, dat eigenlijk helemaal niet logisch is. Deelt de BBB dat met mij? En 2, is het ook niet zo, vraag ik aan mevrouw Keijzer, dat al lang is toegezegd dat er een uitgebreide goedkeuringsprocedure zal gelden voor als er een overeenstemming wordt bereikt? Wat betekent dat zowel in de Eerste als in de Tweede Kamer deze verdragen, als er over een maand dus overeenstemming wordt bereikt, alsnog langskomen en je dan alsnog als Kamer kan zeggen: we zijn het er wel of niet mee eens. Ja, de heer Buurshoff was er gisteren niet bij de technische briefing. Anders had hij gehoord dat normaal... Voorzitter, ik heb het allemaal terug kunnen horen hoe het is gegaan. Mevrouw Keijzer is aan het woord. Dank wel, voorzitter. Hij was er niet gisteravond. Dan had hij gehoord dat gemiddeld we zo over verdragen een jaar of 7, 8 doen. En dan is nu in tijd van 2 jaar er een verdrag doorheen jassen. Terwijl in de International Health Regulation zelf staat dat je pas kunt instemmen als 4 maanden van tevoren de amendementen gedeeld zijn met de lidstaten. Voorzitter, ik sta eigenlijk paf dat mij hier zo de maat genomen wordt. Waarom? Zullen we het met elkaar hebben over die verschillende amendementen die voorliggen? We krijgen de komende jaren allerlei discussies met elkaar over de rechtsstaat. Een van de zaken die uit het verdrag geamendeerd wordt, gewijzigd wordt, is dat mensenrechten, grondrechten, een toetssteen zijn voordat je maatregelen neemt. Wat blijft ervan over? Ja, wat was het nou ook alweer? Inclusiviteit en wat was het andere woord wat ik nog gevonden heb? Voorzitter, dat is nou een van die dingen waarvan ik me afvraag: dat moet je niet willen. Dat zijn juist de criteria op basis waarvan je moet wegen voordat je mensen verplicht om allerlei maatregelen over zich heen te laten komen. En nog belangrijker, voorzitter, kunnen wij dan nog als Tweede Kamer op een gegeven moment zeggen: ja, dit is wel wat de directeur-generaal van de WHO ons advises. Non-binding staat nu in de regels, wordt ook geschrapt.
Maar wij maken daar een andere afweging in. Dat is de vraag die hier materieel voor ligt, ja. Voorzitter. Ik heb wel 3 keer gehoord, meneer Bussels, maar u wilt nog een persoonlijk feit maken, begrijp ik. Dus graag kort en puntig. Ik ga nu, wacht even, uw microfoon staat nog niet aan, dus u kunt geluid maken wat u wilt. Ik ga nu uw microfoon aanzetten. Excuus, voorzitter. Dank u wel. Nee, ik vond het nog wel even nodig om te benoemen dat het volgens mij onnodig is om persoonlijke aanvallen te doen. Want ik heb alles terug kunnen horen van de technische briefing die gisteren is geweest en wat daar is besproken. Dus dan verbaast het mij hoogstens deze reactie van mevrouw Keizer van de BBB. Prima. En ik constateer ook, voorzitter, tot slot dat geen van de vragen die ik stelde is beantwoord, maar dat er vooral heel veel wollige antwoorden kwamen of eigenlijk geen antwoorden kwamen. Ja, voorzitter, ik heb wel geantwoord. Maar ja, dan moet je luisteren, zullen we zeggen. De Paternotte. Ja, voorzitter, ik hoor mevrouw Keizer beginnen over het digitale alternatief voor het gele boekje. Maar ja, landen mogen toch wel zelf bepalen of zij bepaalde vaccinaties verplicht stellen bij ingang van zijn land. Ja, Nederland doet dat niet, maar een land als Frankrijk, er zijn tientallen landen over de hele wereld in Afrika die dat bijvoorbeeld doen voor gele koorts, voor polio. Dat mag toch gewoon? Ja, voorzitter, dat mag. De vraag is alleen, worden wij als Nederland daar op een gegeven moment toe verplicht? Omdat er een pandemie wordt afgekondigd waarvan we met elkaar niet weten wat nou precies de definitie daarvoor wordt. Dat moet je toch willen weten voordat je als land instemt met zo'n verdrag? Ja, maar voorzitter, er is echt helemaal niets in de hele tekst van dat verdrag en niets in enig amendement wat erop duidt dat landen verplicht zouden zijn om vaccinaties voor ingang tot hun land verplicht te stellen. Dus ja, je kan wel zeggen, ja, wij willen dat niet. Maar als er ook geen enkele sprake van is dat dat in zo'n verdrag zou kunnen komen, wat heeft het dan voor zin om hier dat in te brengen? Ja, maar voorzitter, dat weet meneer Paternotte niet. Dat weet hij niet. Want we weten niet over welke verdragtekst er straks in mei gestemd wordt. Want we weten niet welke van die 300 amendementen direct eind april wel of niet doorgaan naar die vergadering in mei waarin de regering moet gaan instemmen. Dus het betoog wat ik hier hou is deels formeel, procedureel. Namelijk, wordt nou de juiste procedure gevolgd? Maar materieel kunnen we het hier natuurlijk ook met elkaar eens uitgebreid over hebben. En daarom vind ik ook dat op het moment dat duidelijk wordt dat dit zijn de amendementen waar we over gaan stemmen, dan heb je 4 maanden op grond van de IAR en 6 maanden op grond van de tekst van het concept pandemieverdrag de tijd om hier inhoudelijk met elkaar te spreken over willen we dit op deze manier. En de reactie van de heer Paternotte zal zijn, ja, daarna krijg je een bekrachtigingsprocedure, maar dan kan je nog voor of tegen. Voorzitter, dat wil ik voorkomen. Ik wil hier in deze Kamer een inhoudelijk gesprek over dit verdrag voordat het vaststaat en je alleen maar kunt weigeren of het kunt omarmen. Afrondend, kort. Voorzitter, we hebben geen enkel signaal, op welke manier dan ook, dat in dat verdrag, nou, de tekst, de concepttekst die er nu ligt, kennen we, of dat in een van de amendementen het idee staat dat landen verplicht gaan worden om vaccinaties verplicht te gaan stellen bij ingang. Geen enkel signaal. Mevrouw Keizer zegt, ik maak me er desondanks zorgen over, want ik weet niet wat er precies misschien later nog op tafel komt. Maar ja, dan is het toch logisch dat je daar dan niet je nu alvast druk om gaat maken. Maar mocht dat, het zou mij zeer verbazen, want er is geen enkel signaal van later op tafel komen, dat je er gewoon inderdaad hierover kan oordelen. Want ja, anders dan moeten we hier debatten gaan voeren over alle dingen die we niet weten. En dat zijn nogal wat dingen, dus ik kom dan toch terug op de vraag van de heer Bussel, wat hoopt mevrouw Keizer nou met dit debat dan te bereiken? Daar heb ik net duidelijkheid over geschaf, voorzitter. Ik wil van de minister weten of zij het met mij eens is dat zij eind mei niet kan instemmen met de amendementenverdrag, omdat ze niet voldoende tijd heeft, namelijk 4 maanden, respectievelijk 6 maanden, over wijzigingsvoorstellen. En ik ga ervan uit, voorzitter, want dat is namelijk al wel wat in de tekst staat, waar volgens mij, maar dat weet ik niet zeker, geen amendement is op ingediend, de verwerking van persoonsgegevens, altijd zo'n belangrijk onderwerp voor D66. In de tekst staat dat de staat ermee moet instemmen. Terwijl volgens mij persoonsgegevens juist iets is waar ook het individu iets over te zeggen heeft. Ik kan me voorstellen dat dat al een van de vragen is die D66 heeft over de inhoud van het verdrag, voorzitter. Mevrouw Thiele.
Ja, voorzitter. En ik snap best dat mevrouw Keizer dit debat wil voeren. Al is het alleen al om gewoon soms wat onduidelijkheden uit de weg te helpen. En mijn vraag aan mevrouw Keizer is, ze zegt van dat we bevoegdheden overdragen aan de directeur-generaal van de World Health Organizations. Bedoelt ze daarmee dat ze vindt dat er in dit verdrag staat dat Nederland geen zeggenschap meer heeft over zijn eigen beleid? Ja, voorzitter, de vraag is, bedoelt mevrouw Thiele het pandemieverdrag of bedoelt ze de wijziging van de International Health Regulation? Want het zijn twee verschillende regelgevende documenten die voorliggen, waarbij ik me trouwens ook afvraag, en gaat de minister vast ook nog in, hoe die twee zich tot elkaar verhouden. Het is onduidelijk waarmee ingestemd gaat worden. Wat is een pandemie? Wanneer wordt die afgekondigd? Hoe ver gaan de bevoegdheden dan van de directeur-generaal van de WHO? Als er op een gegeven moment gezegd wordt, er is een noodsituatie, hoe ver gaan die dan? Welke ruimte hebben wij dan nog hier in nationaal verband om daar een eigen afweging in het kader van algemeen belang te maken? Volksgezondheid is één onderdeel van het algemeen belang. Je hebt er meerdere. Dat zijn de vragen die ik heb. En ik voorzie gewoon, zo gaat dat namelijk meestal, dat als we nu niet als parlement zeggen, ho, wacht eens even, dit gaat wat mij betreft te vlot, dat het direct eind april is dat gezegd wordt, nou, dit is het geheel van de tekst, dan maar afwachten of het daarbij blijft. En dan wordt er in mei ingestemd, voorzitter. En dan zijn wij als parlement beperkt tot instemmen of afwijzen. Daar is het te belangrijk voor, voorzitter. Ja, tenzij er hele duidelijke afspraken in dat verdrag staan, onder andere over de soevereiniteit. En mevrouw Keizer was bij dezelfde briefing als ik gisteren. En volgens mij is er heel duidelijk in opgenomen dat de soevereiniteit van de afzonderlijke lidstaten, waaronder Nederland, op geen enkele wijze ter discussie staat. Ja, voorzitter, dat hoorde ik ook gisteren. Tijdens de technische briefing werd ons verteld dat in het WHO Pandemic Agreement een derde lid staat voor bij artikel 24. Alleen, hij staat er niet in. Dus in de tekst die wij gehad hebben van de regering staat dat amendement, wat, en daar heeft mevrouw Thiele gelijk in lijkt te staan dat wij onze autonomie behouden, maar ik zie hem niet in de stukken die ik gehad heb van de regering. Dus vandaar, voorzitter, is de minister het met mij eens dat zij niet in kan stemmen eind mei met de beide regelgeving, omdat er onvoldoende tijd is, conform de eigen regelgeving, om ze te bestuderen, voorzitter. Dank u wel. Dank u wel. We gaan luisteren naar mevrouw Agema van de fractie van de Partij voor de Vrijheid. Dank u wel, voorzitter. 27 wereldleiders, de voorzitter van de Europese Raad en de directeur-generaal van de Wereldgezondheidsorganisatie hebben naar aanleiding van de wereldwijde gezondheidscrisis door de coronapandemie een oproep gedaan om te komen tot betere samenwerking en afspraken voor de bestrijding van pandemieën in een nieuw verdrag. Volgens de regering richt het pandemie-instrument zich vooral op het bevorderen van multilaterale samenwerking rondom paraatheid en capaciteitsopbouw in de zogenaamde koude fase wanneer er geen dreiging van een gezondheidscrisis is en op coördinatie en onderlinge solidariteit tijdens een pandemie. De vaststelling van de tekst moet gaan plaatsvinden tijdens de Wereldgezondheidsvergadering van in mei 2024, waarna nationale ratificatieprocessen kunnen starten. Voorzitter, wij zijn niet overtuigd van de noodzaak van een pandemieverdrag. De coronacrisis heeft geleerd dat in het oog van de storm het iedereen voor zich was en dat onze bevolking onevenredig veel gezondheidsschade opliep door bijvoorbeeld de verkeerde inschatting van het karakter en de verspreiding van het virus, onder andere door de Wereldgezondheidsorganisatie, de onvoldoende beschikbaarheid van cruciale persoonlijke beschermingsmiddelen en geneesmiddelen, onevenredig veel vrijheidsbeperkende maatregelen, zoals het feit dat Nederland als enig land van Europa zelfs een vierde keer in lockdown ging. Nederland moet vooral voor zichzelf zorgen en voorspelbare, cruciale beschermingsmiddelen, apparatuur en geneesmiddelen in eigen beheer produceren en beheren. 5 jaar voor de start van de coronacrisis hadden we 915 intensive care verpleegkundigen meer dan aan de start van de crisis. En de operationele IC-capaciteit loopt met 985 op dit moment nog steeds terug. Oorzaak marktwerking, oplossing uit de marktwerking halen en financieren op basis van een beschikbaarheidsbijdrage.
Ik heb nog een aantal vragen naar aanleiding van het pandemieverdrag en de International Health Regulations. In artikel 12 lezen we dat de directeur-generaal van de Wereldgezondheidsorganisatie de noodsituatie vaststelt. Waarom is dit? In de coronacrisis zagen we toch juist dat er niet één alwetend persoon is. Alle veelwetenden verschilden ook op alles van elkaar van mening. Dan artikel 44, dat erover gaat dat landen zich verbinden tot elkaar, met name tot ontwikkelingslanden. Artikel 44 bis, die betreft het financiële mechanisme voor billijkheid bij paraatheid en respons in gezondheidscrisis. Ik vraag de minister wat hiervan de bedoeling is. Gaan wij als Nederland betalen voor de paraatheid van Afrika, terwijl we zelf onze eigen paraatheid niet op orde hebben? Artikel 7.3 over het personeel, daar heb ik ook heel veel vraagtekens bij. Ik zou de minister willen vragen, wat is dat voor iets? Het personeel, gaat het personeel dan acteren als een soort rode kruis? Krijgen we vliegende brigades? En wat zegt dat eigenlijk over personeelstekorten in landen? Want als wij hebben een groot personeelstekort. Kunnen onze mensen dan onder dwang ergens anders ingezet gaan worden? Is dit een vrijwillige brigade? Ik wil zo graag van de minister meer weten over artikel 7.3, voorzitter. Dan nog over de International Health Regulation. Wat wordt bedoeld met het verbetering van beschikbaarheid en toegankelijkheid van medische producten op basis van gelijkwaardigheid? Wat betekent gelijkwaardigheid in deze context? Hebben wij net zoveel recht dan op mondkapjes als een ander land? Of ook als er sprake is van woekerprijzen, mag dan niet voor deze particuliere producten het land de kapjes kopen of de andere beschermingsmiddelen kopen die het meeste biedt ervoor? Of moeten we ze dan op voorhand gaan verdelen? Wie gaat dat eigenlijk doen en wie gaat er dan over beslissen? Voorzitter, dan nog het digitaal vaccinbewijs. Dat heeft in eigen land tot ongelukken geleid. De QR-code en het verbinden van voorwaarden of wie er wel en niet nog de horeca in mocht. Het is hartstikke risicovol. Ik zou het erg onverstandig vinden als we zien hoe snel dat in ons eigen land tot ongelukken leidde om zoiets internationaal te gaan vastleggen, voorzitter. Dus wij leven nog met een hoop vragen, maar het mogen duidelijk zijn dat we ook niet overtuigd zijn. Dank u wel. De heer Bushoff, vraag nog van de heer Paternotte. Ja, voorzitter, veel punten van mevrouw Agema over wie gaat daar straks over beslissen. Maar ja, de minister zegt duidelijk, ik bedoel niet alleen gisteren bij de technische briefing, maar ook in haar brief, dat de soevereiniteit bij Nederland blijft. Dat er op geen enkele manier, geen enkele bevoegdheid die Nederland heeft bij optreden bij een nationale gezondheidskies of een internationale gezondheidskies, geen enkele bevoegdheid wordt overgedragen aan de WHO. Dus het antwoord is dan toch eigenlijk heel simpel. Ja, Nederland blijft erover gaan. Alleen je maakt wel internationaal afspraken over hoe je zo goed mogelijk zo'n pandemie kan voorkomen en bestrijden. Als wij solidair moeten worden met Afrikaanse landen, hoe gaat dat er dan uitzien? En twee, in hetzelfde stuk als waar u uit citeert, lees ik ook dat in de International Health Regulations er wel een juridische bindend instrument komen als het gaat om de surveillance en het uitwisselen van informatie. Er staat in hetzelfde stuk. Nou, mag de minister van mij ook ophelderen. Ja, voorzitter, de International Health Regulation bestaat geloof ik al sinds het midden van de 19e eeuw. Dus ik weet niet of dat heel erg spannend is. Het nieuwe is natuurlijk het pandemieverdrag, waar 2 jaar geleden toe besloten is om dat met elkaar te gaan maken. Naar aanleiding van die verschrikkelijke pandemie, waarvan mevrouw Agema terecht zegt, dat heeft heel veel slachtoffers geëist. En is het dan niet logisch dat je allerlei afspraken probeert te maken om dat te voorkomen, zo goed mogelijk aan te pakken, want er valt veel te verbeteren over hoe dat vorige keer is gegaan. Maar, schrijft de minister, dat doen we allemaal zonder dat wij enige bevoegdheid gaan overdragen aan de Wereldgezondheidsorganisatie. Dus dan is mijn vraag, gelooft zij niet de minister als ze schrijft dat wij geen bevoegdheden gaan overdragen? Ja, of weet ze iets wat de Kamer niet weet? Nou ja, ik lees in datzelfde stuk dus over die juridische bindendheid over de surveillance en de monitoring. Dus ik zou er wel opheldering over willen. En twee, het valt mij zo op. We hebben die enorme crisis gehad over de hele wereld, maar vooral ook in Nederland. We hebben het gewoon niet goed gedaan. Nou, en dan zie je eigenlijk dat de regering nu vooral afspraken gemaakt internationaal, maar ook in Europese context, terwijl wij gewoon zelf onze zaak eens op orde moeten hebben. Wij zaten als enig land in Europa een vierde keer in een lockdown. En dat hebben we allemaal met z'n allen kunnen betalen, ook het overeind houden van onze economie, door 95 miljard euro toe te voegen aan de staatsschuld. Als dat nu weer gebeurt, zo'n crisis, dan kunnen we dat niet, omdat de energie, of omdat de rentestand op dit moment veel hoger ligt. Dus ja, ik vind dat wij eerst onze eigen zaakjes op nationaal niveau op orde moeten hebben, helemaal. Voordat we, want volgens mij, als je het hebt over het financiële mechanisme in artikel 44, gaan wij straks
Andere landen helpen met pandemische paraatheid. Maar nou ja, het staat er onduidelijk. Ik ga nog geen conclusies trekken, maar het lijkt erop dat de minister daar nog wel wat opheldering mag geven. Afrondend kort. Voorzitter, surveillance en monitoring, dat gaat toch gewoon puur om het in de gaten houden van welke virussen ontstaan. Het was toch fantastisch geweest als ze in China een maand eerder duidelijk hadden gehad dat daar een nieuw virus, een nieuw infectieziekte was opgekomen. De genetische data hadden kunnen delen, zodat we ons eerder hadden kunnen voorbereiden. Zodat er eerder vaccins waren geweest. Zodat we eerder iets hadden kunnen doen aan de vluchten vanuit Wuhan. Het is toch hartstikke logisch dat je daar als landen met elkaar afspraken over wilt maken, zodat er minder slachtoffers hoeven te vallen. En zodat je inderdaad al helemaal niet 2 jaar later nog eens een keer een lockdown hebt. Ja, dat is wel een infrastructuur aan kennis en kunde die wij hier in ieder geval goed op orde hebben. We hebben alle mooie technische briefings van de heer Van Dissels naar kunnen kijken. Maar als wij ons gaan verbinden, ook financieel, via een financieel mechanisme, met landen die dat niet op orde hebben, ja, waar gaat dat eindigen? De Bussof. Ja, voorzitter, op dit punt, het woord pandemie zegt het al, het is iets wereldwijds. Mevrouw Agema zegt ook, wij hebben best een aantal zaakjes goed op orde. En zou het niet zinvol zijn als je dan, om zo'n pandemie, iets wat wereldwijd is, ook wereldwijd beter te kunnen bestrijden, als je dan allemaal afspraken met elkaar maakt, hoe je dat dan beter kan voorkomen en hoe je daar dan beter zicht op kan houden, hoe zo'n virus zich ontwikkelt en wat je daar eventueel tegen zou kunnen doen. Zou dat op geen enkele wijze zinvol zijn, volgens mevrouw Agema? Nou ja, wat ik zeg is, wij hebben dan misschien wel het mechanisme en de surveillance op orde en de monitoring. Maar al het andere toch niet, wilden we weer bus of beweren. Het was ieder voor zich. En we waren overgeleverd aan woekerprijzen. En we waren overgeleverd aan verkeerde opvattingen over de karakter van het virus. En het heeft ongelooflijk veel risico's hebben we daardoor gelopen. Juist omdat wij niet de beschikking hadden over voldoende beschermingsmiddelen. Verkeerde richtlijnen uitgestort over onze medewerkers, waarvan we met z'n allen weten dat degene uit de eerste golf allemaal ook nog een groot deel daar nu nog problemen mee heeft. Amendement daarvoor kunnen we ons recentelijk nog herinneren. Dus nee, we hebben het niet goed op orde. En mijn pleidooi is, heb het nou eerst zelf de boel op orde. Ja, voorzitter, op zichzelf snap ik best het pleidooi van mevrouw Agema dat je zegt, nou, wij moeten zelf ook lessen trekken uit de coronacrisis. Dat doen we ook, hè? Middels bijvoorbeeld die OVV-rapporten. En dan is er nog best wel wat verbetering aan te brengen in Nederland zelf. Ik denk dat dat heel zinvol is om dat te doen. Maar sluit dat dan uit dat je zegt, we willen het internationaal, want we hebben het over pandemie, iets wat per definitie internationaal is, ook wat beter onze zaakjes op orde hebben. Sluit dat elkaar uit, zegt mevrouw Agema eigenlijk. Nou, toen we in het oog van de storm lagen, toen hebben we wel kunnen zien dat dat iedereen voor zich was. De Italianen die gaven hun mondkapjes niet, de Duitsers die hielden de beademingsapparatuur voor zichzelf. Er ontstonden woekerprijzen, want ja, het zijn particuliere eigendommen, die beschermingsmiddelen. Dus het ging gewoon helemaal niet goed. Dus ik denk ook dat het meer droom dan werkelijkheid is om met de hele wereld of met 194 landen dit goed te gaan organiseren. En dan vind ik ook dat je je aandacht niet goed gelegd hebt. Want we zien eigenlijk nu, 4 jaar na de start van de crisis, ruim 4 jaar na de start van de crisis, dat wij onze zaakjes nog steeds niet op orde hebben. Dat bij een volgende gezondheidscrisis Nederland nog steeds ook kwetsbaar is. Ja, tot slot dan, voorzitter. Dus eigenlijk, als ik het goed begrijp, zegt mevrouw Agema, ik vind het, we moeten eerst onze eigen zaakjes goed op orde hebben. En alles wat we internationaal regelen, ja, daar geloof ik niet zo in dat dat kan bijdragen aan bijvoorbeeld het voorkomen van een virus. Dus bijvoorbeeld dat we afspraken maken over dat je beter zicht kan houden op hoe een virus zich ontwikkelt. Of dat er ergens een virus ontstaat, dat je daar dan goede uitwisseling van gegevens over hebt. Hè, zodat je misschien snel kan ingrijpen. Zegt mevrouw Agema, ja, dat vind ik eigenlijk niet zinvol. Daarom ben ik hier niet zo'n voorstander van. Nou, dat niet alleen. Ik heb een heel aantal argumenten gegeven waarom ik er geen voorstander van ben. We hebben dat gewoon gezien. Op het moment dat nood aan de man is, is het ieder voor zich. En dan moeten we onder ogen zien. En ik zie alleen maar een regering die op internationaal niveau met de Wereldgezondheidsorganisatie of op Europees niveau als het gaat om de beschermingsmiddelen en geneesmiddelen, maar niet op nationaal niveau handelt. Ik zou dat graag zien, dat wij op nationaal niveau de cruciale beschermingsmiddelen, apparatuur, geneesmiddelen produceren en beheren. Dank u wel. Voor de volgende keer. Volgende spreker is de heer Bussof van de fractie van GroenLinks, Partij van de Arbeid. Dank u wel, voorzitter.
Vandaag debatteren we eigenlijk over twee zaken. Eén, een nieuw pandemie-instrument en aan de andere kant een wijziging van de IHR. Een internationale gezondheidsregeling die al, zo'n 70 jaar, 60 jaar bijna bestaat. En in 2005 voor het laatst is aangepast en nu weer, nadat we een hele pandemie hebben gehad, een update vraagt. Daar hebben we het eigenlijk vandaag over. En die onderhandelingen zijn gestart zo ongeveer in 2022. Toen is de Kamer daarover geïnformeerd dat de onderhandelingen zouden starten. 2023 is de Kamer opnieuw geüpdate over de stand van zaken en hoe het loopt met die onderhandelingen. Op zichzelf waren dat hele logische, potentieel logische momenten geweest voor de Kamer om te zeggen, wij vinden de inzet van Nederland en de Europese Unie in deze onderhandelingen niet goed, dus we willen graag een andere inzet. Toen had de Kamer daarover het debat kunnen voeren. Maar om vandaag, een maand voordat die onderhandelingen klaar zouden zijn, een debat te voeren over de inzet van Nederland bij die onderhandelingen, dat slaat eigenlijk nergens op. Zeker niet, voorzitter, als je weet dat dit wat er uitkomt uit die onderhandelingen, een eventueel verdrag, nog via een uitgebreide goedkeuringsprocedure aan zowel de Tweede als de Eerste Kamer zal worden voorgelegd. En dat de Kamer dus nog volledig aan zet is om dan te zeggen, we zijn het eens met de uitkomsten van de onderhandelingen of we zijn het oneens met de uitkomsten van deze onderhandelingen. Voorzitter, dat gezegd hebbende en nu we hier toch staan, misschien nog een paar korte feitelijke vragen, ook voor de minister, om enkele zweem van onduidelijkheid die soms gecreëerd wordt te proberen op te helderen. Ik zou graag willen beginnen met de vraag of het klopt dat de Kamer inmiddels 4 keer is geïnformeerd door de zijde van het kabinet hierover. Bij de start in 2022 van de onderhandelingen, een update heeft gekregen in 2023. Een paar maanden geleden, begin 2024, nog een update heeft gehad. En gisteren inderdaad een technische briefing heeft gehad. Ik zou ook wel graag willen vragen of de minister kan bevestigen dat vanwege dat het standaard procedure is hier in dit huis, maar ook vanwege het verzoek van de Kamer zelf dat gekozen is om een eventuele uitkomst van deze onderhandelingen via een uitgebreide goedkeuringsprocedure inderdaad voor te leggen aan de Kamer en dus ook aan de Eerste Kamer. Ik zou ook graag willen horen dat dat inderdaad klopt. Het derde waar ik dan ook nog wel benieuwd naar ben, voorzitter, is of het inderdaad klopt dat het doel van dit pandemie-instrument is vooral het beter monitoren van ontwikkelingen rondom een virus en gegevensdeling daarover. En dan weliswaar geen feitelijke vraag, maar meer een persoonlijke observatie. Dat het in deze Kamer soms wel lijkt dat mensen banger zijn voor een pandemie-instrument dat een pandemie moet voorkomen dan voor een pandemie zelf. En dat verbaast mij toch wel als je weet dat er nog duizenden, honderdduizenden mensen slachtoffer zijn van bijvoorbeeld de coronacrisis, omdat ze nu long-covid hebben, omdat er heel veel ondernemers nog last van hebben. Dan zou je toch zeggen, dan wil je alles op alles zetten om zo'n pandemie in de toekomst te voorkomen. Maar goed, voorzitter, daar kunnen de meningen over verschillen. En voorzitter, dan nog terug naar een paar korte feitelijke vragen. Kan de minister inderdaad bevestigen dat er geen enkele soevereiniteit wordt overgedragen aan welk internationaal orgaan dan ook? En klopt het ook, voorzitter, dat de WHO, mocht het dus tot een verdrag komen, de WHO niet dicteert, maar adviseert op basis van een verdrag dat wij als landen onderling dan met elkaar afspreken en wat dan vervolgens nog via de Eerste en de Tweede Kamer goedkeuring moet krijgen van de Nederlandse Staten-Generaal. Wat dus betekent dat wij als Nederlands parlement volledig nog zelf aan zet zijn om te zeggen of we het eens zijn met wat deze landen, waaronder Nederland, hebben uitonderhandeld. Voorzitter, mocht de minister hier bevestigend op kunnen antwoorden, dan denk ik dat dat een goede spiegel voor onszelf als Kamer zou zijn geweest. Dank u wel. Een vraag van mevrouw Keizer. Ja, voorzitter. Ik zou bijna willen vragen, doet de heer Bushoff dit privé ook zo? Ja, ik heb een huis voor je te koop. Het staat tegenover een boom. Het is een redelijk bedrag wat je ervoor moet bepalen. En ik ga erover hoe laat je naar binnen mag. Voorzitter, ik weet niet wat de vraag is van mevrouw Keizer. Ik snap net al niet wat mevrouw Keizer zei in de beantwoording op mijn vragen. Daar snapte ik al heel weinig van. Want het was geen antwoord op mijn vraag. En nu weet ik eigenlijk ook niet wat mevrouw Keizer vraagt. Nou ja, of de heer Bushoff, laat ik het dan weer terughalen naar deze zaal, instemt met elke wet
die vanuit de regering naar het parlement komt, als er in algemene termen in staat dat de preventie wordt gesterkt, dat er een access- en benefit-sharing-mechanisme wordt ingevoerd en dat er een bepaalde financiële verplichting aan vaststaat. Of dan ook de fractie van de PvdA zegt, nou, klinkt goed, vertrouw ik, stem ik mee in. Nou, voorzitter, misschien een goede vraag van mevrouw Keijzer wel. En even schetsen hoe wij daar dan in staan en mee omgaan. Doorgaans, als er zeg maar internationale verdragen, of als er onderhandeld wordt over een internationaal verdrag, is de opvatting van GroenLinks-PvdA dat je op het moment dat de onderhandelingen starten je inzet kenbaar kan maken. Dat op het moment dat je een update krijgt van de regering over de onderhandelingen, je nog zou kunnen zeggen als Kamer, weet je wat, we zijn het niet eens met de inzet van de Nederlandse regering of van de Europese Unie die deels namens de Nederlandse regering onderhandelt. Dus ja, we willen graag dat dat wijzigt. Dus dan voeren we er een debat over en dan geven we de regering een opdracht mee om die inzet te wijzigen. Maar een maand voor tijd, nadat er 2 jaar is onderhandeld, de Kamer alle mogelijkheden had om eerder hierover een debat te voeren, ja, dan vind ik het niet logisch om te zeggen, wij gaan onze hele inzet veranderen, een inzet waar ik het overigens mee eens ben. Nee, dan vind ik het logischer om gewoon, zoals dat standaard procedure is in dit huis, te zeggen, er is nog een uitgebreide goedkeuringsprocedure, mocht er tot een verdrag komen. En dan kun je alsnog voor of tegen stemmen en kun je kenbaar maken of je het dus eens bent met de uitkomst van de onderhandelingen. Dat zou ik zelf een logische weg vinden waarop we omgaan met internationale verdragen en hoe wij als Kamer wel of niet bijsturen. Volgens mij is dat de normale gang van zaken. Ja, voorzitter, maar heeft de heer Bushoff dan bijvoorbeeld helder wanneer er sprake is van een pandemie en wanneer een noodsituatie en hoe dat dan ingrijpt op de bevoegdheden? Want dat is waar we nu voor staan. We weten het niet. En over een anderhalve maand gaat er ingestemd worden. En dan heb je daarna nog 2 keuzes. Je bent het ermee eens, dus je stemt voor of je stemt hem weg. Ik begrijp niet, tenzij dit de manier is waarop ook in de toekomst de fractie van PvdA GroenLinks omgaat met alle regeringen, namelijk als het goed in grote lijnen goed klinkt, stemmen ze in. Maar als dat niet zo is, moet je hier toch een inhoudelijk debat willen voeren met elkaar over waar Nederland zich toe gaat verplichten, waarvan we in coronatijd hebben gezien hoezeer het in kan grijpen op het privéleven en op grondrechten van mensen, voorzitter. Ja, voorzitter, misschien kort nog 3 dingen hierover. 1, op de vraag, is dit de nieuwe wijze waarop GroenLinks-PvdA omgaat met inhoudelijke debatten en voorstellen vanuit de regering. Om eerlijk te zijn is dit de wijze waarop wij altijd, en volgens mij ook gebruikelijk is in dit huis, hoe wij omgaan met internationale verdragen en de rol van de Kamer. Dus ik zou mij, om eerlijk te zijn, meer zorgen maken over de nieuwe coalitie in wording, als dit is hoe de nieuwe coalitie in wording tegen internationale verdragen en onderhandelingen aankijkt. Het is een beetje, en daar sluit ik dan mee af, voorzitter, alsof de huidige onderhandelende partijen, hè, als die die zijn bezig met onderhandelen. En stel je eens voor, vraag ik dan bijna mevrouw Keijzer, dat je zegt, nou, ik hoop geen 2 jaar bezig bent met deze onderhandelingen, maar 2 maanden bezig bent met deze onderhandelingen. En dan heb je eigenlijk een regeerakkoord, voor mijn part een regeerakkoord op hoofdlijnen, zoals de doelstelling is. En dat je dan hoort van een van je coalitiepartners, je beoogde coalitiepartners, een dag voordat het naar buiten gaat ongeveer, nee, we willen toch onze inzet compleet veranderen. Dan denk ik dat mevrouw Keijzer op haar achterste benen zou staan en zeggen, zo zijn we toch niet getrouwd, voorzitter. Zo gaan we toch niet met elkaar om. Nee, dan zou de uitkomst zijn, dan heb je een debat over het regeerakkoord wat dan voor ligt. En dan kun je alsnog zeggen, we zijn er voor of tegen. En precies dat, voorzitter, precies die methode hanteren we hier ook in dit huis als het gaat om dit internationale verdrag. Dus ik denk dat mevrouw Keijzer daarbij echt eventjes in de spiegel moet kijken hoe zij omgaat met dit soort internationale verdragen en onderhandelingen van Nederland. De volgende spreker van de zijde van de Kamer is mevrouw Thiele van de fractie van de VVD. Ja, dank u wel, voorzitter. En voor mensen die zijn opgegroeid in de jaren 60 en 70 en voor fanatieke luisteraars naar de top 2000 staat de WHO, The Who, voor de wereldberoemde Britse rockband.
Voor alle andere mensen is de WHO, de WHO, vooral een ver van je bed show. En die laatste, de World Health Organization, heeft vanuit de vele landen, lidstaten van de Verenigde Naties, de opdracht gekregen om te komen tot het zogenoemde multilaterale afspraken ter voorkoming, bestrijding en beëindiging van pandemieën. En het zogenoemde pandemieverdrag, al wordt het nu instrument genoemd omdat het ook nog niet zeker is of het een verdrag wordt waar we vandaag over debatteren. Die opdracht kwam niet uit het niets. De coronapandemie hield toen, in de jaren 2020 tot 2022, de wereld in zijn greep. Landen sloten hun grenzen voor mensen en materialen om het virus buiten te houden. De handel en daarmee het gebruik van medicijnen, vaccins en persoonlijke beschermingsmiddelen werd daarmee bemoeilijkt en landen maakten er een wedstrijd op leven en dood van om deze noodzakelijke middelen te kunnen inzetten. Mevrouw Agema verwees er ook al naar. En niet alle landen waren daar even succesvol in en er zouden dus afspraken moeten komen. Er gaan veel verhalen rond over deze afspraken, vooral ook op social media. Er worden spookbeelden geschetst en nare ervaringen en herinneringen aan de coronatijd worden gebruikt om onwaarheden te verkondigen. Zo wordt een irreële angst aangejaagd dat er een soort dictatoriaal gezondheidsregime zou komen vanuit de WHO, zodra dit verdrag er is. En dat wordt niet alleen in Nederland verteld. Tijdens de vergadering van de Interparlementaire Unie in Genève een paar weken geleden kwam het ook aan de orde in gesprekken met parlementariërs uit andere landen, zoals Malta en Denemarken. En tijdens die assemblee in Genève vroeg ik zelf aan de directeur-generaal van de WHO, Dr. Tedros, en hij heeft nog een iets ingewikkeldere naam, maar daar ga ik me niet aan wagen, wat de WHO doet om te benadrukken en te garanderen en ook vast te leggen dat landen en parlementen soeverein blijven in hun keuzes. En zijn verwijzing naar artikel 24.3 was voor mij duidelijk. En dat bleek ook weer eerder deze week tijdens de technische briefing over de onderhandelingen over dat artikel. En ik wil de minister dan ook vragen nog eens te benadrukken dat dit parlement erover gaat en blijft gaan wat Nederland doet om pandemieën te voorkomen en te bestrijden binnen onze landsgrenzen. Voorzitter, in de Volkskrant stond een artikel over het stroeve verloop van de onderhandelingen over deze afspraken. Ik wil graag van de minister weten wat het krachtenveld nu is en hoe belangrijk de positie van Nederland daarin is. Is uitstel van overeenstemming in mei een waarschijnlijk scenario? Is het ook gewenst? Wat is er nodig voor echt goede besluitvorming? Hoe kijkt de minister daarnaar? Graag een toelichting. Voor ons Nederlands nationaal belang wil ik ook graag weten of, en zo ja, hoe dit verdrag bijdraagt aan het Europese vestigingsklimaat op het gebied van genees- en hulpmiddelen en vaccins. Mijn fractie heeft via allerlei debatten al eerder gevraagd om meer aandacht voor strategische onafhankelijkheid en een aantrekkelijk vestigingsklimaat, zeker ook op het gebied van de gezondheidszorg. Kan de minister bevestigen dat vanuit Nederland de wens of eis op tafel ligt dat dit verdrag daaraan kan bijdragen? Graag een toezegging. En ook wil ik graag weten wat de financiële en de veiligheidsimpact is van de overeenkomst en de afspraken zoals die er nu liggen op Nederland en het Nederlandse gezondheidsbeleid. In de conceptteksten wordt gesproken over een pandemic fund. Ook dat kwam al eerder even aan de orde. Een financieel fonds. Ik wil van de minister weten welke precieze financiële consequenties het verdrag nu behelst. En wat kunnen we doen om impact te analyseren in combinatie met een advies van de Raad van State op het moment dat er definitieve teksten liggen? Dit is nodig voor ons hier in dit parlement om tot goede besluitvorming te komen. Overigens is een advies van de Raad van State volgens mij standaard bij dit soort multilaterale verdragen. Maar toch zou ik graag een toelichting hebben over hoe het proces er dan precies uitziet en wanneer en hoe we als Kamer daadwerkelijk tot besluitvorming over moeten gaan. Zo zouden wij dat willen. Dank u wel. Dank u wel. Gaan we luisteren naar mevrouw Danielle Jansen van de fractie van NSC. Maar eerst hebben we nog even een korte vraag van de heer Bushoff. Ik zie het. Ja, voorzitter. Ik denk het ook te hebben kunnen beluisteren in de inbreng van mevrouw Thielen. Maar klopt het dat de VVD ook wel meerwaarde kan zien in bijvoorbeeld internationale samenwerking ter voorkoming van pandemieën? En dan bijvoorbeeld op het monitoren van virussen, gegevensdeling, et cetera. Dat de VVD zegt, nou, dat zou best wel zinvol kunnen zijn. Zeker. Volgens mij ben ik positief kritisch, zoals ik over het algemeen positief kritisch ben over heel veel dingen. Maar ook over dit. Volgens mij is de aanleiding voor de internationale afspraken duidelijk. Volgens mij moet het er wel komen. Alleen, wat is dan de waarde van de internationale afspraken voor je nationale beleid? En wat is je eigen zeggenschap over nationale beleid? Daar heb ik vooral vragen over. Maar ook daar ben ik positief kritisch over. Nee, ja, dank u wel, voorzitter. Dat hoorde ik inderdaad. En ik denk dat het goed is dat mevrouw Thielen ook nog eens vraagt om de bevestiging dat we geen enkele soevereiniteit overdragen. Ik denk dat het goed is om daar even opheldering over te krijgen, aangezien daar blijkbaar alsnog ruis over ontstond. Ik was nog wel eventjes benieuwd wat mevrouw Thielen vindt van de timing van dit debat. In het eerste interruptie die ik zelf deed op mevrouw Keizer
eigenlijk na de interruptie van de heer Bussoff, die inderdaad zei, het slaat nergens op, zei hij. Nou, dat vind ik niet helemaal. Ik vind, zeg maar, als blijkt dat er in het land vragen zijn over dingen, dan is het goed als de Tweede Kamer erover vergadert. Het had eerder gekund, ja, dat had gekund. Maar ik denk ook wel dat het goed is om in de aanloop naar de laatste onderhandelingen die op stapel staan, om het dan ook in dit parlement aan de orde te hebben. Nou, voorzitter, op zichzelf, als dat inderdaad het doel is om een aantal vragen die leven op te helderen, dan kan ik daar best in meekomen. Maar mag ik dan constateren dat de VVD ook zegt, we zijn eigenlijk niet van plan om nou de hele inzet van Nederland en de EU in deze onderhandelingen, nadat die 2 jaar al lopen, een maand voor tijd, helemaal te wijzigen. En dat de VVD ook zegt, ja, dat zouden we wel wat ongebruikelijke wijze van onderhandelen vinden. Die constatering mag de heer Bussoff zeker maken. En ik denk ook, ik heb een aantal dingen gevraagd ook over de financiële impact en de implicaties die het kan hebben, zeg maar, op ons Nederlandse gezondheidszorgbeleid. Nou, ik ben benieuwd naar die antwoorden, maar ik verwacht daar eigenlijk heel eerlijk geen hele gekke dingen op. Mevrouw Danielle Jansen van NSC. Voorzitter, het is van cruciaal belang om wereldwijd beter voorbereid te zijn op een pandemie. Daarom zijn wij niet principieel tegen een pandemieverdrag. Maar voorzitter, haastige spoed is zelden goed. Alhoewel nu sociaal contract voor een pandemieverdrag is, zijn er wat ons betreft nu nog te veel vragen die haak staan op een overhaast beslissen nemen. Onze zorg richt zich allereerst op de korte termijn voor landen om te reageren op de amendementen. Uit de stukken lezen we dat er voor mei, wanneer wordt gestemd over de onderhandelingstekst, nog 2 onderhandelingsronden gepland staan. Dit biedt volgens ons onvoldoende tijd voor landen voor een grondige en doordachte evaluatie van het pandemieverdrag en brengt constructieve betrokkenheid van landen in het gedrang. Is de minister het hiermee eens? Kan de minister aangeven hoe het met de laatste onderhandelingsronde staat? Waarover wordt nog onderhandeld en hoe reëel is het om van landen te verwachten op zo'n korte termijn te oordelen over zulke belangrijke zaken? Een ander zorgpunt van nieuw sociaal contract betreft preventie. Wij lezen in het pandemieverdrag dat de nadruk bij het voorkomen van virusuitbraken met name ligt bij de One Health aanpak tegen zoonozen, vroege detectie van dierziekten en het voorkomen dat diereninfectieziekten overspringen op mensen. Als we het over preventie hebben, zal echter het waarborgen van veiligheid van virologisch onderzoek volgens nieuw sociaal contract evenveel aandacht moeten krijgen. We weten dat er naast waardevolle onderzoeksresultaten ook risico zitten aan vaccinstudies, virologische experimenten en proefdierenonderzoek. Zie onder andere uitbraken zoals SARS-1 en de influenza-pandemie van 1977. Tot op de dag van vandaag is de oorsprong van de COVID-19-pandemie onduidelijk. Willen we een volgende pandemie voorkomen, dan is een brede blik op preventie noodzakelijk. Niet om een schuldige aan te wijzen, maar om een nieuwe pandemie te voorkomen. Erkent de minister dat veiligheid van virologisch onderzoek nagenoeg ontbreekt in het pandemieverdrag? En vindt zij ook dat dit een even prominente plaats in het pandemieverdrag moet krijgen als de One Health aanpak? Wat zou er volgens haar hierover moeten worden opgenomen in het pandemieverdrag? Tot slot ontvangen we graag van de minister een toelichting op gevolgen van de belangrijkste wijzigingen van de internationale gezondheidsregeling voor Nederland. Ook horen we graag van de minister over welke elementen de Europese Commissie namens Nederland onderhandelt en waarover Nederland zelf onderhandelt. En krijgen we graag een bevestiging van de minister dat Nederland op geen enkel element van het pandemieverdrag haar soevereiniteit verliest. Voorzitter, het pandemieverdrag bevat serieuze en vergaande voorstellen die ons allemaal aangaan. We herinneren ons nog allemaal weerstand, de protesten en de onrust die het COVID-19-beleid opriep. De lockdowns, de schoolsluitingen, de reisrestricties en het vaccinatiebewijs. Nadenken over maatregelen om pandemieën te voorkomen of in een kiem te smoren vergt tijd die nu volgens ons te weinig wordt genomen. Daarom zijn wij tegen instemming van de onderhandelingstekst tijdens de Wereldgezondheidsvergadering aankomend mei. Is de minister bereid om de WHO te verzoeken om de deadline voor stemming over het pandemieverdrag uit te stellen om landen meer tijd te geven? Vindt zij ook dat we beter iets kunnen vertragen om zo een mondiaal pandemieverdrag te krijgen waar landen ook echt achter staan en waarvoor het draagvlak is?
Volgens een nieuw sociaal contract zal dit de effectiviteit van het verdrag alleen maar ten goede komen. Dank u. Wel, een vraag van de heer Paternotte. Ja, dank u wel, voorzitter. Is er iets waarop nieuw sociaal contract de onderhandelingsinzet van Nederland wil veranderen, zoals we die in 2022 hebben vastgesteld? Nou, kijk, wij vinden sowieso, net als mevrouw Keizer, dat de termijn gehandhaafd moet blijven, zoals die is vastgesteld in dat artikel. En ten tweede, als je het hebt over de COVID-pandemie, waar echt miljoenen mensen zijn overleden, die eigenlijk effecten had voor alle burgers in de hele wereld. En het is van zo'n omvang dat ik denk van dat moet gewoon voorkomen worden. Dus daarom pleiten wij voor een brede aanpak op preventie, waarbij je ook een brede blik moet houden. Zeker, voorzitter. En terecht haalt mevrouw Jansen ook de Russische griep van 1977 aan en het SARS-virus uit 2003. Maar begrijp ik hieruit wel dat dat wat haar betreft ook zegt dat het juist heel erg belangrijk is dat er een pandemieverdrag komt waarin je duidelijke afspraken maakt, ook over veiligheidsmaatregelen rondom virologisch onderzoek, maar ook alle andere punten die nu al in het verdrag zitten? Ik ben daar zeker voor, of staan wij daarvoor open. Alleen, er zijn heel veel dingen nog niet uitonderhandeld. Dus om nu te zeggen, ik ben voor het pandemieverdrag, vind ik te ver gaan, omdat heel veel tekst nog niet duidelijk is. Maar het is ons heel veel waard als er inderdaad een flinke paragraaf of een artikel wordt gewijd aan, aan de veiligheid van dit soort onderzoek. Lijkt mij een hele mooie suggestie. Het valt me, ik vraag me alleen af of nieuw sociaal contact daarmee echt zou willen zeggen van, nou, wij hebben een onderhandelingsinzet, daar doen we op zich niks aan af. Alleen, ja, het gaat ons wel snel, 2 jaar. En daarom zou Nederland moeten zeggen, nou, dus kunnen wij niet instemmen. Als je met 192 landen aan tafel zit, is het dan niet op zich logisch dat als je een regering op pad stuurt met een inzet en ze daar aan tafel moeten gaan onderhandelen, ja, dat je dan ook bereid moet zijn om te zeggen, we gaan dat op het resultaat beoordelen. We gaan niet op elke processtap zeggen, ja, dat wij vinden dat daar wel en daar niet en daar op dat moment en daar met dat tijdpad moet worden ingestemd. Of denkt mevrouw Jansen dat dat werkbaar is? Nou, ik vind zo'n tijdpad vind ik het meest cruciaal. Ik bedoel, het zijn zulke omvangrijke onderhandelingen waar je het over hebt, dat moet je niet onder druk doen. En we weten bij allerlei soorten vraagstukken, en met name bij COVID-19, dat zolang je, of zodra je mensen, landen onder druk zet, dan levert dat weerstand op. Dus ik denk, als je gewoon meer de tijd neemt, en het is niet een vaste deadline die echt nodig is in mei, als je meer de tijd geeft aan landen en ook die deadline serieus in acht neemt, dan zie ik geen probleem, omdat het over zoiets omvangrijks gaat, om daar nu een snelkooppan van te maken. Want er wordt ook in de briefing, waarbij ik helaas niet bij kon zijn, maar ik heb de PowerPoint wel gelezen, daar wordt ook bevestigd dat het onder grote druk wordt klaargestoomd. En ik denk dat dit geen onderwerp is om onder grote druk klaar te stomen. De Bushoff. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ik hoor NSC zeggen dat er nog een aantal dingen onduidelijk zijn. Hè, en dat is op zichzelf denk ik ook niet heel gek bij internationale onderhandelingen die nog lopen. Dan kunnen er nog best wel veel dingen onduidelijk zijn. Maar stel nou dat het lukt om over een maand meer duidelijkheid te hebben. En de landen komen eruit. En er ligt iets voor waarvan mevrouw Jansen zegt, nou, eigenlijk ben ik het hoofdlijnen hier wel mee eens. Zou de NSC-fractie dan bij die uitgebreide goedkeuringsprocedure die dan volgt nog kunnen instemmen met wat er dan voor ligt? Dat zou maar zo kunnen. Wij hebben gezegd, we zijn niet principieel tegen een pandemieverdrag. Dus als de termijn waarbinnen landen besluiten mogen goedkeuren, zeg maar, als die wordt gewaarborgd en er staan uiteindelijk de teksten in waar wij ons in kunnen vinden, dan zou het maar zo kunnen zijn dat wij het pandemieverdrag goedkeuren. Ja, voorzitter, het was me nog niet helemaal helder dan, hè? Wat dan echt een soort rode lijn is voor NSC om te zeggen, nou, dan kunnen we dit pandemieverdrag, hè, op inhoud niet goedkeuren.
Nou, die rode lijn die ga ik ook nog niet geven, omdat ik eerst wil inzetten op de procedure. En omdat ik voor alle landen de tijd wil nemen, de tijd wil geven om je te buigen over de onderhandelde teksten, dat geldt natuurlijk ook voor Nederland. Dus ik ga nog geen rode lijn aangeven. Hey, voorzitter, als het mag. Nou, stel nou dat er laten we zeggen, een soort akkoord op hoofdlijnen komt. Een beetje zoals ook beoogd wordt door de nieuwe onderhandelende coalitiepartijen. En dat dat later dan nog enige uitwerking vraagt. Bijvoorbeeld in wetgeving hier in Nederland. Is dat iets waar mevrouw Jansen van de NSC op zich positief tegenover staat? Dat zou maar zo kunnen. Als die hoofdlijnen ons zinnen, zeg maar, dan zou dat maar zo kunnen. Heel mooi. We gaan luisteren naar de heer Diederik van Dijk van de Staatkundig Gereformeerde Partij. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, er wordt sinds 2022 onderhandeld over een nieuw verdrag om afspraken te maken voor de bestrijding van pandemieën. En Nederland heeft daarbij een voortrekkersrol. Samen met Zuid-Afrika is ons land co-voorzitter van het bureau dat de onderhandelingen begeleidt. Wat is de laatste stand van zaken met betrekking tot de onderhandelingen over het verdrag? Ik begrijp overigens dat het verdrag geen verdrag meer mag heten en daarom nu instrument wordt genoemd. Welke naam het beest ook heeft, mijn vraag is eenvoudig. Wat wordt de juridische status van het document? Wordt het bindend of niet? En wanneer wordt dat duidelijk? En kan de minister uitleggen wat het concreet betekent als dit document juridisch bindend wordt? Voorzitter, pandemieën houden zich niet aan landsgrenzen. Samenwerken en afstemmen tussen landen is dus goed en begrijpelijk. De SGP is echter beslist tegen het overdragen van bevoegdheden op het gebied van de volksgezondheid aan de Wereldgezondheidsorganisatie, de WHO. Het kan nooit zo zijn dat de WHO bijvoorbeeld zou beslissen over het afkondigen van een lockdown in Nederland. En laat helder zijn, dit is ook niet aan de orde. En ik begrijp dat dit ook de onwrikbare lijn van het kabinet is. Ik lees immers in de brief van de minister, ik citeer, de voorstellen voor het pandemie-instrument bevatten geen bepalingen waarmee nationale bevoegdheden en of soevereiniteit rondom de inzet van maatregelen ter bestrijding van een internationale gezondheidscrisis worden overgedragen. Einde citaat. Kan de minister dit ook mondeling bevestigen? Voorzitter, ik begrijp dat de Europese Commissie onderhandelt namens de EU-lidstaten. Hoe worden de Nederlandse prioriteiten meegenomen in de inbreng van de Commissie in de onderhandelingen? En zijn er ook onderwerpen waarover Nederland zelfstandig onderhandelt? Voorzitter, naast dit toekomstige pandemie-instrument is er ook de internationale gezondheidsregeling, IHR. Kan de minister nader uitleggen wat het verschil is tussen het bestaande IHR en het nieuwe pandemie-instrument? Welke toegevoegde waarde heeft het pandemie-instrument precies bovenop reeds bestaande afspraken in WHO-verband? Er lopen ook onderhandelingen om het IHR aan te scherpen. Ik lees dat Nederland van mening is dat het IHR niet fundamenteel aangepast zou moeten worden. Is de minister van mening dat de voorstellen die nu in bespreking zijn het IHR fundamenteel wijzigen of niet? Ik zie bijvoorbeeld in het voorgestelde artikel 36 van het IHR een toevoeging over vaccinatiecertificaten. Acht de minister deze toevoeging een fundamentele wijziging of ziet zij dit als een technisch punt? Voorzitter, als er een akkoord wordt bereikt over het pandemie-instrument en wijzigingen in het IHR, zal dit eerst nationaal goedgekeurd moeten worden door het Nederlandse parlement. We kunnen dan ook een oordeel vellen over het eindresultaat. Kan de minister precies uitleggen hoe zo'n proces verloopt? Wat als Nederland of een ander land niet zou ratificeren? Is het ook mogelijk om tegen specifieke onderdelen van het pandemieverdrag of wijzigingen het IHR te stemmen? En tot slot is het uitgesloten dat het pandemieverdrag al voorlopig van kracht wordt voordat de goedkeuringsprocedure is afgerond. Dank u wel. U bedankt. Dan de heer Paternotte van de fractie van D66.
Voorzitter, alleen samen. Alleen samen krijgen we corona onder controle. En natuurlijk, slimmer chillen is corona killen. Het lijkt echt bijna een andere wereld, die tijd 4 jaar geleden, dat de speeches van de minister-president in het torentje hoorden. En dat als dan Dirk van Dijk hier had gesproken en ik dan daarna ging spreken, dat een eerste microfoon grondig gedesinfecteerd moest worden. Corona lijkt voor veel mensen, denk ik, heel ver weg. Maar er is een reden dat we dat achter ons hebben kunnen laten. Dat heeft natuurlijk te maken met het werk van mensen in de zorg, met het geweldige werk van mensen in de wetenschap, maar ook internationale samenwerking, samenwerking tussen landen. De samenwerking in de Europese Unie om te zorgen dat we vaccins konden inkopen. De samenwerking van Turkse wetenschappers en Amerikaanse vaccinmaker om te zorgen dat het vaccin er kwam, dat wij vaccins konden leveren aan Suriname. En natuurlijk de Duitsers die ons de IC-bedden gaven, die het mogelijk maakten dat niemand hoefde te worden geweigerd. Voorzitter, een pandemie bestrijden doe je niet alleen. En daarom is het heel erg goed dat het pandemie-instrument er komt. En dat is win-win. Want wij behouden autonomie, maar we krijgen wel betere samenwerking. Landen blijven zelf verantwoordelijk voor toepassing van de aanbevelingen en het nemen van beslissingen voor hun burgers. Het staat er letterlijk. Het pandemie-instrument bevat op geen enkele manier zaken die raken aan de soevereiniteit van Nederland. En het voorstel komt ook nog eens in de Kamer en wordt dan hier in de Tweede Kamer, daarna de Eerste Kamer behandeld. Nederland heeft er een heel groot belang bij, want wij hebben ook, denk ik, wel een bijzondere verantwoordelijkheid. Deze pandemie kwam met een virus uit China. Dat is ook eerder gebeurd, bijvoorbeeld uit Rusland. Maar Nederland heeft een ongelooflijk intensieve veehouderij. We hebben hier de Q-koorts gehad. Het is niet ondenkbaar dat ook wij een bijdrage zouden kunnen leveren aan problemen voor de uitdagingen met infectieziekten in de wereld. En daarom is het heel erg goed als we afspraken maken en daar zelf ook in voorop durven te lopen om te zorgen dat we dat kunnen voorkomen en op tijd kunnen aanpakken. Voorzitter, het is ook een debat, dus ik heb natuurlijk ook nog wel een paar vragen aan de minister. Ik zou allereerst willen vragen of in het kader van dit verdrag zij ook zich ervoor wil inzetten dat landen worden gestimuleerd om gezamenlijk onderzoek op te pakken. En welke stappen er nog gezet gaan worden om de gegevensuitwisseling goed te gaan organiseren. Dat is iets waar mijn collega Paulusma ook vaak over is begonnen. Nou, voorzitter, misschien nog even ook duiding van dit debat. Ik weet nog dat in die tijd dat we met mondkapjes rondliepen, dat er lockdowns waren, dat iedereen dacht, we willen dit nooit meer meemaken in ons leven. Dit was zo disruptief. Dit heeft zoveel levens op zijn kop gezet. Er zijn mensen die nog steeds met long covid rondlopen. Er zijn heel veel mensen die het niet hebben overleefd. Dat je dan toch zou zeggen, dan moeten we er alles aan doen om te zorgen dat we in de wereld klaarstaan, de maatregelen nemen, afspraken met elkaar maken, om dat waar dat maar even kan te voorkomen en in ieder geval zo goed mogelijk te kunnen bestrijden. We kunnen een pandemie die over de hele wereld gaat, maar helemaal niet in ons eentje aanpakken. Ik hoorde mevrouw Agema dat wel zeggen, we moeten vooral zorgen dat we het hier in Nederland goed op orde hebben. Maar die vaccins alleen als één land ontwikkelen, of alle hulpmiddelen als één land even maken, of zorgen dat überhaupt een virus niet je land binnenkomt. En voor een landersland als Nederland is dat helemaal geen optie. Wij zouden juist voorop moeten lopen op internationale samenwerking, want dat is het beste antwoord. Voorzitter, alleen samen krijgen we corona onder controle. Alleen samen kunnen we pandemieën aanpakken. Daarom hoop ik dat er snel een onderhandelingsresultaat komt. Want de urgentie die we 2 jaar geleden voelen, die zouden we ook weer voelen als er nog een keer een pandemie komt. En dan gaan we daar hier in de Tweede Kamer heel uitgebreid, en als dat voor sommige partijen nodig is, nog veel uitgebreider over praten. Om te zorgen dat hopelijk de Tweede Kamer ermee kan instemmen. Dank u wel. Een vraag van mevrouw Keizer. Ja, voorzitter. Ik hoorde heer Paternotte zeggen, ik hoop dat er zo snel mogelijk een onderhandelingsresultaat ligt. Heeft de heer Paternotte dan helemaal geen mening over de inhoud daarvan? Zeker wel, voorzitter. Ik heb net nog 2 dingen meegegeven, nu we toch dit debat hebben. Maar ja, we hebben een heel duidelijke inzet gegeven aan het kabinet 2 jaar geleden. En ja, ik ben dus heel erg benieuwd hoe een volgende regering dat ook gaat doen. Maar je kan in deze wereld met zoveel landen, of het nou in de Europese Unie is, of zeker op het niveau van de Verenigde Naties, waar we het nu in feite over hebben, de WHO-organisatie, kan je natuurlijk alleen maar werken als je je regering een opdracht meegeeft. En dan zegt, we hebben er ook vertrouwen in dat ze terugkomen met iets goeds. En in die opdracht zitten heel veel essentiële dingen. Het allerbelangrijkste natuurlijk dat je met elkaar in de wereld echt betere afspraken maakt over hoe we de overdracht van virussen in de gaten houdt. Zorg dat op tijd informatie wordt gedeeld, zodat er direct kan worden ingegrepen.
hoe we met elkaar ervoor gaan zorgen dat we niet antibiotica-resistentie zover laten doorgaan, dat we een nieuwe pandemie erbij krijgen. Al dat soort zaken zijn dingen waarover de inzet van Nederland hartstikke duidelijk is. Waarover duidelijk is dat er afspraken moeten komen en waarvan ik hoop dat die er ook snel komen. Ja, voorzitter, zo in zijn algemeenheid en hoogover is er niets tegen in te brengen. De doelen delen wij. Maar voordat je toch jezelf bindt aan afspraken, moet je toch weten wat erin staat. En als het bijvoorbeeld gaat over het delen van persoonsgegevens. Het is mij, nou, en ik heb toch echt wel de stukken goed bestudeerd, is mij het niet duidelijk. En dat is altijd zo'n punt waar D66 zich altijd buitengewoon druk over maakt. Dus eigenlijk kort gezegd, voorzitter, wat is er nou op tegen dat de WHO zich houdt aan de eigen regels en pas stemt over de inhoud van een verdrag als conform die eigen regels de lidstaten 4 maanden de tijd hebben om de eindtekst met elkaar goed door te akkeren? Ja, voorzitter, volgens mij maakt het voor ons als Tweede Kamer niet zo heel erg veel uit. Je kunt heel erg op het proces gaan zitten, maar ik kijk vooral heel erg naar de inhoud. Wat zijn we dan met elkaar aan het doen? Je wilt toch dat landen de beste afspraken maken om te zorgen dat we niet met z'n allen weer dingen meemaken zoals we in coronatijd meemaakten. Daar gaat het om. Mevrouw Keijzer maakt inderdaad zich zorgen om dat digitale vaccinatiebewijs, maar ja, er staat op geen enkele manier in dat wanneer dan ook de WHO zou mogen gaan bepalen dat wij vaccinatie als een ingangseis om Nederland binnen te komen mogen stellen. Mevrouw Keijzer wil ook niet dat wij gaan ingrijpen op de bevoegdheid van andere landen om dat soort eisen te stellen, want sommige landen doen dat al, dat moeten zij weten. Maar er is geen enkele aanleiding voor mij om te denken dat dat op tafel zou liggen. Ja, en als daar geen enkele aanleiding toe is, wat heeft het dan voor zin om met elkaar een debat te voeren over wat er misschien ooit in de toekomst zou komen? Dan kunnen we toch veel beter zeggen, nou, mocht dat ooit gebeuren, dan komt dat naar de Tweede Kamer en dan gaan we daar een oordeel over geven. En sterker nog, dan zal ik het nog met mevrouw Keijzer eens zijn ook, dat wij er zelf over mogen gaan. Afrondend. Ja, maar dan is het te laat, voorzitter. Dan heb je de keuze om tegen te stemmen. Dat moet ik dan nog maar zien gebeuren, dat D66 tegen een internationaal verdrag stemt. Maar dan, de WHO ontvangt persoonlijke data. En de enige die daar toestemming voor moet geven is de desbetreffende staat. Dat is toch iets waarvan ik D66 ken zou horen zeggen... wacht eens eventjes. Dat voert wel heel ver. Daar moeten toch wel wat meer waarborgen omheen zitten. Dit zijn toch dingen waar je het met elkaar inhoudelijk over moet hebben. Ik begrijp niet dat D66... het allemaal, wel prima vindt zo. Terwijl de WHO zelf zegt, er moet 4 maanden zitten tussen het vaststellen of het met elkaar overeenstemming krijgen over dit zijn de amendementen, dit is de tekst die we met elkaar gaan bespreken. En er moet 4 maanden tussen dat moment en de daadwerkelijke instemming zitten. Hoe kan je daar nou tegen zijn? Ik begrijp er niks van, voorzitter. Maar voorzitter, er zijn hartstikke veel waarborgen voor persoonlijke data en die worden helemaal niet terzijde geschoven. Ik bedoel, daar heeft Nederland misschien wel de beste bescherming in de wereld bijna op. Maar natuurlijk wil je wel weten hoeveel mensen er last hebben van long-covid bijvoorbeeld. Dat is het voorbeeld wat de vorige minister hierbij gaf. En natuurlijk wil je, als een pandemie heel acuut is, weten hoe het gaat met de mensen in die ziekenhuizen. We hebben hier gehad dat mensen op hun buik of op hun rug werden gelegd. Dat had nogal wat impact op de overlevingskans. En dan wil je dat landen dat zo snel mogelijk die data delen, omdat het op zo'n moment levens redt. Het is toch logisch dat je dan wil dat gegevens kunnen worden uitgewisseld internationaal en dat je daar ook goede afspraken over hebt. Prima. We gaan luisteren naar de laatste spreker van de zijde van de Kamer. En dat is de heer Van Meijeren van de fractie van Forum voor Democratie. Voorzitter, het demissionaire kabinet met de nadruk op demissionair staat op het punt om de totale controle over ons volksgezondheidsbeleid in geval van een veronderstelde gezondheidscrisis over te dragen aan de omstreden Wereldgezondheidsorganisatie, de WHO. Als de huidige voorstellen voor een pandemieverdrag en de voorgestelde wijzigingen van de internationale gezondheidsregeling in werking treden, dan is het voortaan de WHO
die bepaalt wanneer sprake is van een potentiële gezondheidscrisis en is het de WHO die vervolgens bepaalt welke maatregelen zouden moeten worden opgelegd. Quarantaine, isolatie, reisbeperkingen, digitale vaccinatiepaspoorten, de WHO kan het straks allemaal voorschrijven met alle ontwrichtende gevolgen voor onze samenleving van dien. Terwijl op dit moment de WHO slechts bevoegd is om aanbevelingen te doen ten aanzien van risico's voor de volksgezondheid, wordt voorgesteld om deze bevoegdheid uit te breiden tot elk risico met een potentiële impact op de volksgezondheid. Terwijl op dit moment nog is bepaald dat de aanbevelingen van de WHO niet bindend zijn, wordt voorgesteld om de aanduiding niet bindend te schrappen. En terwijl op dit moment nog is bepaald dat aanbevelingen van de WHO in lijn moeten zijn met de menselijke waardigheid en fundamentele vrijheden, wordt ook voorgesteld om deze waarborg te schrappen. Het is schaamteloos en ik ben heel benieuwd hoe de minister deze wijzigingsvoorstellen beoordeelt. En daarnaast wordt volledig in lijn met de SDG Agenda 2030 en de wensen van het World Economic Forum een zogenaamde One Health benadering geïmplementeerd, op grond waarvan uitdrukkelijk ook zaken als klimaatverandering, vermindering van biodiversiteit, veehouderij, voedselproductie, internationaal reizen als potentiële gezondheidsrisico's worden beschouwd. Kortom, alles dat wij als mensen doen of laten kan straks door de WHO worden aangemerkt als een potentiële bedreiging voor de volksgezondheid, waarna de WHO vrijheidsbeperkende en mensonterende maatregelen kan voorschrijven. Via deze route kan straks vrijwel elke maatregel die erop is gericht om meer controle en macht over ons uit te oefenen worden gerechtvaardigd op basis van het argument dat je op de een of andere manier daarmee de gezondheid zou beschermen. Gezondheid wordt dus gebruikt als kapstok waar vrijwel alle aspecten van het menselijk leven aan worden opgehangen. Daarom is het van fundamenteel belang dat wij als Nederland te alle tijden de volledige controle houden over ons nationale gezondheidsbeleid. Dus zelfs als de huidige personen en organisaties achter de WHO het beste met onze volksgezondheid voor zouden hebben, zouden we niet akkoord moeten gaan met deze voorstellen. Maar daar komt bij dat de WHO op dit moment al is gecorrumpeerd en opereert in de schaduw van een globalistische elite. De WHO wordt grotendeels gefinancierd en gedreven door private organisaties zoals de Bill en Melinda Gates Foundation, de Rockefeller Foundation, grote spelers uit de farmaceutische industrie. Personen en organisaties die vooral uit zijn op meer geld, meer macht en zeker niet het belang van de volksgezondheid bovenaan hun prioriteitenlijstjes hebben staan. Voorzitter, ik sluit af met een dringend beroep op het demissionaire kabinet. Ga hier niet mee akkoord. Doe het niet. Sta niet toe dat zo ongeveer onze laatst overgebleven nationale soevereiniteit en de vrijheden van Nederlanders worden vertrapt door een internationale organisatie die geen enkele verantwoording schuldig is aan het Nederlandse volk. En ga niet de geschiedenis in als het kabinet dat de toekomst van onze volksgezondheid en onze zwaar bevochten vrijheden definitief uit handen gaf. Dank u wel. Een vraag van de heer Paternotte. Ja, voorzitter, de heer Van Beijeren noemt de Bill en Melinda Gates Foundation en de Rockefeller Foundation, oftewel allemaal ja, grote instituties die met financiering invloed zouden hebben op organisaties en indirect ook op Nederland. Waarom heeft Forum voor Democratie dan tegen het voorstel van de heer Timmermans gestemd om nader onderzoek te doen naar buitenlandse financiering die invloed op de Nederlandse politiek zou kunnen hebben? De desbetreffende motie, ik heb dat debat zelf niet gevoerd, dus die desbetreffende motie heb ik niet scherp voor ogen. Waarschijnlijk ging dat gepaard met meer inbreuken op de privacy. Zo moet je natuurlijk altijd een goede afweging maken, zeker in het geval van invloed op de Nederlandse politiek, in welke mate ook donaties van personen openbaar kunnen worden gemaakt. Wij maken bij het beoordelen van deze moties een heel duidelijk onderscheid tussen de transparantie van personen en organisaties die macht hebben, die bindende regels kunnen opleggen, en personen en organisaties die dat niet hebben en die gewoon standpunten innemen. En vermoedelijk was in de motie van de heer Timmermans dat onderscheid onvoldoende tot uitdrukking gebracht. Ja, voorzitter, dan zou je dus zeggen dat leden van het parlement en een politieke partij in Nederland met zetels in de beide kamers van de Staten-Generaal
daar dan buiten vallen, want die hebben dan geen macht. Ja, voorzitter, je kunt natuurlijk hier van alles roepen over internationale financieringstromen en wat er allemaal voor duisters gebeurt. Maar als dan bij het debat in Nederland over signalen dat dat in Nederland ook gebeurt, je niet eens komt opdagen. En alleen maar verdachtmakingen hier komt uiten en vervolgens niet eens voor het voorstel stond om in Nederland er onderzoek naar te doen, dan verlies je alle geloofwaardigheid. Ja, voorzitter, het is nogal ironisch dat hier de heer Paternotte begint over verdachtmakingen, want dat hele debat stond in het teken van valse beschuldigingen, verdachtmakingen, roddels, waarbij wij heel duidelijk hebben gezegd, wij komen heel graag debatteren over daadwerkelijk bestaande problemen, maar niet over geruchten en insinuaties die ergens in een roddelblaadje hebben gestaan. En inmiddels ook is aangetoond dat inderdaad die valse beschuldigingen niet waar bleken te zijn. De cijfers van Forum zijn inmiddels gecontroleerd. Bleek inderdaad dat wij geen geld of wat dan ook van Rusland zouden krijgen. Dus in plaats van dat de heer Paternotte mij nu gaat beschuldigen van verdachtmakingen, zou het gepaster zijn als hij even zijn excuses aanbiedt voor de valse verdachtmakingen die de heer Paternotte heeft geuit aan het adres van Forum. Afrondend. Het is glashelder dat de heer Van Meijer helemaal niet bij dat debat aanwezig was, want ik heb geen enkele verdachtmaking geuit. Het enige wat wel heel veel mensen zeiden, was dat als je het hebt over financieringstromen en wie waar invloed op heeft, dat er dan heel duidelijke regels hier in de Kamer zijn. Dat je neefinkomsten opgeeft. Dat je opgeeft wat voor geschenken boven 50 euro je krijgt. Forum voor Democratie werkt aan geen enkele vorm van die transparantie mee. En geeft dus ook geen enkele verantwoording aan de kiezer in Nederland over op welke manier je geschenken of giften of neefinkomsten krijgt die invloed kunnen hebben op je werk hier. Daarmee verlies je alle geloofwaardigheid om hier complotten te uiten over internationale duistere financieringstromen. Voorzitter, Forum voor Democratie voldoet aan alle wettelijke verplichtingen voor openbaarmaking van jaarstukken, jaarrekeningen. Die worden gecontroleerd door het ministerie van Binnenlandse Zaken. Het ministerie heeft op grond van de wet financiering politieke partijen de bevoegdheid en de taak om daar toezicht op te houden. Wij zeggen altijd, wij hebben als Kamerleden de taak om de regering te controleren. Wij controleren niet elkaar. En ik heb gezien dat in dat debat iedereen over elkaar heen buitelde van, oh, kijk eens hoe transparant wij wel niet zijn en wij willen dat politieke partijen onderzocht worden. En vervolgens, oh, wij zijn nog transparanter, wij willen dat alle kandidaten op kandidatenlijsten onderzocht worden. Allemaal taken aan de geheime diensten. Wij zitten er helemaal niet op te wachten dat dit steeds verder gaat, want er wordt steeds niks gevonden. De volgende stap is dat dan ook de partners van mogelijke Kamerleden misschien dan wel geld hebben ontvangen of hun ouders. Voorzitter, er ligt geen enkele concrete aanwijzing van beïnvloeding. Dus die valse verdachtmakingen en beschuldigingen, die moeten echt een keer ophouden. Zeker nu ook nog eens is bevestigd dat na uitvoerig onderzoek is gebleken dat wij inderdaad op geen enkele wijze dan ook maar beïnvloed zouden worden door welke entiteit dan ook. Het is werkelijk krankzinnig dat deze beschuldigingen, dat heer Paternotte daar gewoon maar mee blijft doorgaan, alleen maar om die valse schijn hoog te houden. Mevrouw Thiele. Ja, met harder praten krijg je niet meer gelijk. Voorzitter, ik blijf het betreuren dat we in deze Kamer niet een soort fact-check of zoiets hebben. Want het betoog van de heer Van Meijeren bestond, denk ik, kan een procentje naast zitten. Maar voor 84,2% uit totale onzin. En eigenlijk verwacht ik van iemand met de achtergrond die meneer Van Meijeren heeft, namelijk als wetgevingsjurist, toch een betere duiding van de stukken die voorliggen als het gaat over dit pandemieverdrag. Ja, voorzitter, volgens mij als er één ding blijkt uit dit debat is het inderdaad dat ik de enige hier ben die een achtergrond heeft als wetgevingsjurist. Want ik heb mevrouw Thiele niet verder horen gaan dan het kabinet vertrouwen. Het kabinet zegt in de brief dat er geen soevereiniteit wordt overgedragen. Ja, nogmaals, ik vertrouw het kabinet niet. Ik heb in het hele coronaschandaal vaak zat gehoord dat er nooit een vaccinatiebewijs zou komen. Dat er nooit voordelen zouden komen voor mensen die niet gevaccineerd zijn. Het is mijn taak om de regering te controleren. Dus ja, ik ben artikelsgewijs al die bepalingen doorgegaan. En wat staat nou in artikel 1? Dat die recommendations, dat element non-binding, wordt eruit gehaald. Het staat er expliciet. Wat staat er in artikel 13a van de voorgestelde wijzigingen? De landen die partij zijn, die erkennen de WHO als leidinggevende en coördinerende entiteit ten aanzien van internationale gezondheidscrisis en verbinden zich ertoe de recommendations op te zullen volgen. Ja, u knikt nee. U schudt nee. Kunt u alsjeblieft even dan nu aangeven wat er niet juist is aan wat ik zojuist gezegd heb? Of anders misschien toch ja gaan knikken? Want ik citeer hier uit de documenten die ik hier voor me heb liggen. Dus de enige die hier desinformatie verspreidt, dat is mevrouw Thiele. Ik zie dat ze blijft zitten, dus daarmee acht ik mij gelijk bevestigd. Dank u wel. De Bussoff.
Voorzitter, dat zou wel een novum zijn. Want elke keer dat Forum niet komt opdagen bij een debat en de rest van de Kamer dan gelijk heeft, dan heeft de Kamer meermaals gelijk blijkbaar. Maar goed, dat terzijde, voorzitter. Ik was even benieuwd of Forum voor Democratie kan aangeven wie er op dit moment met elkaar in onderhandeling zijn. Ja, dat zijn alle lidstaten van de Wereldgezondheidsorganisatie. Er is een vertegenwoordiging in een international negotiating body. De Europese Commissie voert de onderhandelingen namens de EU-lidstaten. Ik weet niet of dit is waar de heer Bushoff op doelt. Voorzitter, zo waar best wel redelijk wat feitelijke informatie. Inderdaad, de lidstaten, hè, al die verschillende landen, die onderhandelen met elkaar. En dan ben ik wel benieuwd, voorzitter, wat Forum voor Democratie dan, hè, die zeiden net, ik hoor het ze net zeggen, van ja, er is sprake van een soort samenzwering, een soort geheime samenwerking tussen meerdere mensen met een soort kwaadaardig doel. Dat hoorde ik eigenlijk net Forum voor Democratie zeggen over deze hele onderhandelingen. Heb ik dat goed gehoord? Nee, dat heeft de heer Bushoff niet gehoord. Ik heb er wel voor gewaarschuwd dat het heel onverstandig is om macht over te dragen naar een entiteit als de World Health Organization. Omdat de World Health Organization voor het grootste deel, volgens mij voor 5,8 miljard van de totale begroting van 7 miljard, wordt gefinancierd uit zogenaamde vrijwillige bijdragen. Die voor een heel groot deel worden opgehoest door de Bill & Melinda Gates Foundation, de Rockefeller Foundation, Gavi, andere grote partijen uit de farmaceutische industrie. En het is ook niet alleen Forum voor Democratie die hier zijn zorg over uitspreekt. Ook in internationaal gerenommeerde tijdschriften wordt vanuit ook de medische wereld heel veel zorgen geuit over het beleid dat de WHO voert. Omdat dat vaak wel heel erg goed uitkomt voor al die farmaceutische bedrijven die hier heel veel medicatie mee kunnen verkopen en vaccins. Afrondend. Ja, voorzitter, ik stel vast dat feit is dat zelfs Forum voor Democratie erkent dat allerlei landen onderhandelen met elkaar en dat al die landen vervolgens een eventuele uitkomst daarvan kunnen ratificeren. Dat zijn de feiten. En de verdachtmakingen die Forum voor Democratie nu de wereld inslingert, laat zich het beste definiëren. Ik heb het net even snel opgezocht. Een complot of een samenzwering is een geheime samenwerking tussen dus mensen met een kwaadaardig doel. Ja, oftewel, wat Forum voor Democratie hier de wereld inslingert is niet veel meer dan een complot. Ja, die begrijp ik niet helemaal, want er zijn weliswaar lidstaten en partijen die nu onderhandelen over het verdrag. Maar ik heb het over de tekst waarover nu onderhandeld wordt. De voorgestelde tekst, die draagt allerlei bevoegdheden en macht over aan de Wereldgezondheidsorganisatie. En ik ben hier juist om het kabinet aan te sporen om juist in die onderhandelingen erop in te zetten dat er geen bevoegdheden of macht worden overgedragen aan de WHO. Juist onder andere omdat de WHO gecorrumpeerd is. Dank u wel. Tot zover de termijn van de Kamer. Ik schors tot 5 uur en dan gaan we luisteren naar de minister. Ik heropen. Het woord is aan de minister. Dank u wel, voorzitter. En voorzitter, ik hoop dat u mij de gelegenheid wil geven om even een inleiding te houden die misschien wel wat langer is, maar waarmee ik hopelijk al ook een aantal van de door de Kamer geadresseerde vragen of gestelde vragen adresseer. En dan zal ik natuurlijk ook op de vragen apart ingaan. De COVID-19-pandemie lijkt alweer lang achter ons te liggen, maar de gevolgen ervan zijn ook nu nog merkbaar. Naast de miljoenen directe en indirecte sterfgevallen die er wereldwijd als gevolg van de pandemie zijn voorgekomen, was ook de economische en sociale schade enorm. Kijk alleen al naar de mensen die nog dagelijks gevolgen ondervinden van post-COVID. Nationaal zijn we de lessen aan het leren. Zo wordt met het programma Pandemische Paraatheid gewerkt aan de versterking van preventie, paraatheid en de bestrijding van toekomstige pandemieën in ons land. En is er door de eerste tranche WPG, de Wet Publieke Gezondheid, een goede basis gelegd voor toekomstige pandemiebestrijding. Maar, voorzitter, een pandemie, het is al gezegd hier, is per definitie grensoverschrijdend. En dus is internationale samenwerking nodig. Op mondiaal niveau ontstond al tijdens de COVID-19-crisis het besef dat ondanks bestaande samenwerking in de WHO de wereld onvoldoende paraat was gebleken om een snel overdraagbaar schadelijk virus als SARS-CoV-2 effectief te bestrijden. De monitoring en het surveillance van het virus schoot op verschillende plekken tekort, onder meer voor lage en middeninkomenslanden. In de eerste weken van de pandemie kampten landen wereldwijd met de schaarse beschikbaarheid van voldoende persoonlijke beschermingsmiddelen, medische apparatuur en testmaterialen.
In grote delen van de wereld, waaronder in Afrika, bleef deze schaarste gedurende de gehele COVID-19-pandemie bestaan. Dankzij het versnellen van onderzoek en klinische studies kwamen er eind 2020, begin 2021, vaccins beschikbaar tegen het virus. Een groot deel van de lage- en middeninkomenslanden stonden daarbij achter in de rij bij de verdeling ervan. En dat heeft het vertrouwen geen goed gedaan. Daarbij is een eerlijke verdeling van vaccins uiteindelijk ook in een ieders belang. En op basis van al deze ervaringen riep de voorzitter van de Europese Raad in 2021 met een groot aantal regeringsleiders, onder wie premier Rutte, de wereld op om te werken aan een nieuw, ambitieus en bindend pandemieverdrag onder de WHO. Begin 2022 ging binnen de WHO de Intergovernmental Negotiating Body, ik zal hem verder INB noemen, van start met de onderhandelingen over het pandemie-instrument. En alle WHO-lidstaten zijn hier lid van dit INB. De voorstellen op basis waarvan momenteel onderhandeld wordt binnen de INB zijn door de lidstaten aangedragen. En de Europese Unie heeft namens de 27 lidstaten een aantal prioritaire thema's geformuleerd. Daaronder preventie, zoonose en antimicrobiële resistentie. Voorstellen ter versterking van nationale capaciteiten rondom preventie, paraatheid en respons en de financiering daarvan. Voorstellen om de beschikbaarheid van en toegankelijkheid tot medische producten ten tijde van een pandemie te verbeteren. Verbetering van de naleving en rapportage van afspraken en samenhang en complementariteit tussen het toekomstige verdrag en de bestaande internationale gezondheidsregeling, de IHR, hier al ook meerdere malen genoemd. De onderhandelingen in de INB zijn 2 jaar onderweg en het is de verwachting dat deze tijdens de aanstaande wereldgezondheidsvergadering in mei worden afgerond. De onderhandelingen zijn intens. Partijen hebben elkaar nog niet helemaal gevonden. Wel is de algemene indruk dat er een bereidheid bestaat om multilaterale samenwerking tussen landen en regio's werkelijk te versterken. Dit om als internationale gemeenschap bij een volgende pandemie beter gecoördineerd en proactiever te kunnen optreden, waarbij ook de minst ontwikkelde regio's in deze wereld in staat worden gesteld hun burgers te beschermen. Voorzitter, het pandemie-instrument zet in op maatregelen ter voorkoming van toekomstige pandemieën en op versterking en verbetering van de internationale samenwerking en de coördinatie voor paraatheid en respons. Dat is ook in lijn met de aanbevelingen van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid, die in haar tweede deelrapport het belang van Europese en internationale samenwerking heeft benadrukt. Met die nationale versterking via het programma Pandemische Paraatheid, het versterkte wettelijk kader en nieuwe samenwerkingsstructuren op EU-niveau en verbeterde samenwerking via de internationale gezondheidsregeling en dit nieuwe verdrag allemaal bij elkaar, zijn we hopelijk beter in staat om toekomstige pandemieën te lijf te gaan. Want de vraag lijkt niet of er in de toekomst een pandemie zal plaatsvinden, maar wanneer. Er liggen geen voorstellen voor die gevolgen hebben voor de vrijheid van individuele landen om zelf invulling te geven aan hoe zij een grote gezondheidscrisis willen aanpakken en welke maatregelen er op nationaal niveau worden getroffen. Er zal dus geen aantasting zijn van nationale bevoegdheden op dit vlak. En juist omdat hier veel onzekerheid over lijkt te bestaan, wil ik hier graag wijzen op een specifieke paragraaf uit de onderhandelingstekst 23.4, waar expliciet in staat dat er geen overdracht van nationale bevoegdheden naar de WHO zal plaatsvinden. Uw Kamer, voorzitter, zal na afronding van de onderhandelingen via de gebruikelijke uitgebreide goedkeuringsprocedure in staat worden gesteld om de resultaten van de onderhandelingen te bespreken en te wegen. En het laatste woord zal dus zijn aan de Staten-Generaal om te beslissen of Nederland in de toekomst mee zal doen aan het pandemie-instrument. Tot zover de inleiding, voorzitter. Een vraag van mevrouw Keizer. Ja, voorzitter, dat artikel 23.4, waarin staat dat er geen bevoegdheden worden overgedragen, waar staat dat nou eigenlijk? Want dat is mij gisteren bij de technische briefing verteld. Maar ik heb hem alleen niet kunnen vinden in de bijlagen die de minister 16 februari bij de brief aan de Kamer stuurde.
Informatie over de onderhandelingen over de over het pandemie-instrument, die zijn openbaar. In verschillende brieven hebben we verwezen naar die verschillende onderhandelingen. En daar is expliciet in vastgelegd in dat artikel 23.4 dat er geen soevereiniteit wordt overgedragen. Ja, dat hoor ik de minister net zeggen. Artikel 24, paragraaf 3, is gisteren verteld. Maar ja. waar staat, de vraag blijft, waar staat hij dan? En hoe verhoudt hij zich dan tot het nieuwe artikel 13a, althans een van de wijzigingsvoorstellen daarop, dat lidstaten have to undertake to follow WHO's recommendations? Ja, voorzitter. Ik moet er eventjes kijken waar dat precies staat. Want we hebben natuurlijk veel brieven verstuurd. We hebben veel verwezen naar die stukken. Waar het exact staat, zal ik eventjes navragen. En dan kom ik op terug in de tweede termijn. Dat is fijn, voorzitter. Maar dit is precies het punt. Dit is precies het punt. Hoe kan je nou direct eind mei in gaan stemmen, terwijl het nu dus een zoekplaatje is om vast te stellen wat de tekst is, voorzitter. Dank u wel. De minister? Ja, de minister. Nou ja, voorzitter, ik kan alleen maar herhalen wat ik net gezegd heb. Het is helemaal geen zoekplaatje, het is heel eenvoudig te vinden. Alleen ik heb het even niet precies voor ogen. Dus ik kijk ook even naar de mensen die mij ondersteunen om het dat even aan te geven. De Paternotte. Ja, voorzitter, misschien is het bijna meer van de orde, maar als je googelt Pandemic Treaty, dan is de eerste hit de website van de WHO. Je hoeft er alleen maar op te klikken en naar 24.3 te gaan en daar staat het. Nothing in the WHO Pandemic Agreement shall be interpreted in providing the WHO Secretariat, including the Director General, any authority to direct, order, alter or otherwise prescribe the domestic laws of policies of any party. Het staat gewoon als allereerste hit als je zoekt op pandemieverdrag. Daar verwees de minister naar, daar is in de technische briefing naar verwezen. Ja, dat maakt voor mij dit debat zo lastig te volgen. Ik voel me af of de minister dat deelt. Ja, voorzitter. Ik dank de heer Paternotte voor deze toelichting. Dat scheelt weer. Maar het is dus inderdaad simpel te vinden. Het is geen zoekplaatje. Mevrouw Keizer. Voorzitter, hoe informeert dan de minister de Kamer? Want de stukken die wij gekregen hebben van de minister, staat dit niet in? Eén. Twee. Is het mogelijk dat voordat er ingestemd wordt, dat deze wijziging hierop met een amendement weer verdwijnt? Dit is precies het punt, voorzitter. Dit is nou precies het punt waarom ik aan de minister gevraagd heb, wacht nou even en zorg dat op het moment dat er duidelijk is van, nou, dit is dan het verdrag waar we over gaan stemmen, dat je dan 4 maanden de tijd hebt om met elkaar hier goed eens een discussie over te voeren. Ja, maar voorzitter, er is al, en ik ben even op zoek naar de precieze timeframing daarvan, er is al veel eerder aangegeven dan nu wat er in die onderhandelingen gebeurt. En daar is de Kamer ook van op de hoogte gesteld. En ik ben even aan het zoeken hoor, want ik heb zoveel informatie inmiddels dat ik het niet helemaal helder voor ogen heb. Even kijken, ja. Wijzigingsvoorstellen op de IHR, die dingen inderdaad 4 maanden voor de WHA waarin ze behandeld zullen worden, te worden gepubliceerd. Hè. Dus voor die vergadering van de Wereldgezondheidsorganisatie. Sinds begin 2023 wordt door de Working Group on Amendments to the YHR, de IHR, onderhandeld over deze wijzigingsvoorstellen. Deze voorstellen zijn voor 30 september 2022 door de IHR-lidstaten bij de WHO ingediend en zijn in november 2022 ook publiek beschikbaar gemaakt. Dat is bijna 2 jaar geleden, anderhalf.
De wijzigingsvoorstellen zullen bij aanvang van die Wereldgezondheidsassemblee in mei 2024, dus al ruim 20 maanden eerder ingediend en gepubliceerd zijn. En hiermee is naar mijn mening voldaan aan de vereisten van artikel 55 van de IHR. En daarom is er ook geen noodzaak, zoals gevraagd is, om die behandeling van die wijzigingsvoorstellen door te schuiven naar de WHA van mei 2025. Mevrouw Keizer? Ja, toch, voorzitter. Dat artikel 24 derde lid, hè, waarin staat dat er geen bevoegdheden worden overgedragen, even simpel gezegd, die zit niet in het stuk van 30 oktober 2023 die wij gehad hebben van de minister bij de brief van 16 februari. En hoe verhoudt zij zich tot de wijziging van de International Public Health Regulations, waarin staat dat lidstaten undertake to follow WHO's recommendations. Dus ik snap het allemaal, hè, deze procedures. Maar hoe verhouden die twee nou zich tot elkaar? En 30 oktober 2023 was het magische artikel 24 derde lid dat ons gerust moet stellen, niet opgenomen in de stukken. Het woord is aan de minister. Ja, voorzitter, ik vind het fantastisch dat de heer Paternotte zijn eigen minister verdedigt. Maar als wij hier in deze Kamer over wetsteksten moeten gaan spreken, al naar gelang of de heer Paternotte het kan vinden ergens op het World Wide Web. Nou, als D66 op zo'n manier wil omgaan met zijn verantwoordelijkheid met betrekking tot wetgeving, is dat aan hem. Maar ik neem mijn taak een stuk serieuzer. De minister. Ja, voorzitter. Ik vind het toch wel belangrijk om erop te wijzen dat er in al de brieven altijd wordt verwezen naar de verschillende onderhandelingen en de verschillende teksten waar die te vinden zijn. Dus ik neem aan dat als de Kamer geïnformeerd wordt via een brief, dat die ook leest wat er onderaan in de voetnoten wordt gemeld met de verwijzingen daar naartoe. Anders krijgen we wel zulke dikke brieven. En ik vraag me af of de Kamer daarop zit te wachten. Voorzitter, toch. Dit stuk staat in die voetnoot. En daar staat het artikel 24 derde lid niet in. En voorzitter, nogmaals, dat artikel 24 derde lid... daar staat in wat de minister gezegd heeft, dat betwist ik ook helemaal niet. Alleen, ik hoorde het gisteravond in een technische briefing, nadat ik netjes de stukken had uitgeprint en had gelezen. En ik vraag nu aan de minister hoe zich dat dan verhoudt tot het nieuwe artikel 13a van de IHR. Het is... En voorzitter, dit debat moeten we misschien op een ander moment voeren, met daaraan voorafgaand een schriftelijke ronde. Allemaal tot uw dienst. Maar dat is precies het doel van mij vandaag in dit debat. Stem niet in mei. Want we weten niet waar de regering mee in gaat stemmen. En volgens mij de regering zelf ook niet, voorzitter. Voorzitter, ik heb al aangegeven dat de Kamer voortdurend op de hoogte is gebracht in verschillende brieven en in verschillende in brieven en in schriftelijke overleggen, geloof ik ook. Maar in elk geval moet ik vaststellen dat de Kamer daar goed over geïnformeerd is. In het IHR wordt gesproken over recommendations. Dat zijn aanbevelingen en dat gaat niet over een overdracht van bevoegdheden. De Paternotte. Voorzitter, ik stond net naast mevrouw Keizer en ik noemde de laatste concept op de website van de WHO. Dat is overigens echt iets niet waar je niet heel erg naar hoeft te zoeken. Je hoeft alleen maar pandemic treaty te googlen. Dat is de eerste hit. 13 maart 2024, dat is dus 5 maanden na de versie die mevrouw Keizer noemt. Kan de minister misschien bevestigen dat geen enkele vorm van overdracht van bevoegdheden, dat het ook letterlijk staat in de brief die zij ter voorbereiding op dit debat aan de Tweede Kamer heeft gestuurd? Dat staat inderdaad in de brief, letterlijk. Dat klopt. De brief van 16 februari. De Diederik van Dijk. Die brief heb ik ook gelezen. Ik heb het ook geciteerd. Dus in die zin geen enkele twijfel over de inzetten van het kabinet. Maar dan blijft gewoon wel de inhoudelijke vraag. Geen overdracht van bevoegdheden. Maar hoe verhoudt zich dat dan tot artikel 13, wat we net noemden? Wat geen overdracht zou betekenen. Maar waarin lidstaten zich wel verplichten de aanbevelingen. Het zijn de recommendations. Maar die aanbevelingen wel over te nemen en te implementeren, toe te passen. Dus
Kunt u dat er iets nader uitleggen dan? Ja, als je een verdrag ondertekent, dan doe je dat met een bedoeling. Dan doe je dat met een bedoeling om dat uit te voeren. En zeker als het geratificeerd wordt. Maar als wij dus het verdrag ondertekenen, dan is dat natuurlijk een juridisch bindend instrument. Maar dat betekent dat we gebonden zijn aan de inhoud zoals afgesproken. Maar het betekent niet dat wij niet zelf kunnen invullen hoe we daar vorm aan geven. En dat is waarom ook ik voortdurend kan zeggen, wij dragen geen soevereiniteit over. Dat is, de WHO gaat ons niet vertellen hoe wij het in Nederland of hoe andere landen in die andere landen moeten regelen. Maar je spreekt met elkaar af. Als er iets dreigt, dan zorgen we dat we elkaar op de hoogte houden. En we zorgen dat we voorbereid zijn. En we zorgen dat we nu al ook dat we goed aan preventie gaan werken. En dat we als er bijvoorbeeld data beschikbaar zijn over wetenschappelijk onderzoek, dat we dat met elkaar delen, zodat iedereen daarmee aan de slag kan gaan. Dus veel meer dan nu, waarop als maar op elkaar gereageerd moest worden, als dat al gebeurde, maak je hier gewoon afspraken over hoe je dat dan gaat aanpakken met elkaar. Maar het is aan ieder land zelf om te beslissen op welke manier. Duidelijk, in die zin, maar we verplichten ons als lidstaat dus wel om de aanbevelingen van de WHO, en ik moet eerlijk zeggen, ik kan niet helemaal overzien wat dat allemaal kan omvatten, om dit er wel uit te voeren. Dus er is dan niet, zo heb ik het zelf altijd wel begrepen, dat altijd een bepaalde afweging was welke aanbeveling je wel overneemt en wat niet. Maar dat is gewoon een verplichting. Dat staat wel vast. Ja, voorzitter, het hangt er een beetje vanaf over welk moment. We spreken ook in het hele proces. Het is zo dat als wij als de Kamer hier op een gegeven moment besluit, we willen dat verdrag, ik noem maar even een voorbeeld, we willen het wel ratificeren met uitzondering van een aantal artikelen, dan kan dat. Dat is altijd mogelijk. Die uitzondering is mogelijk. Dus dat blijft aan de Staten-Generaal, voorzitter. Mevrouw Jansen. Ja, voorzitter. Ik had het in mijn bijdrage had ik het al over de snelkookpan waar alles in zit. En we zitten nu nog in een onderhandelingsfase. En er staat ook, er wordt door lidstaten onderhandeld over de verdragsbepalingen. Is de minister het met me eens dat dit alsnog veel te kort tijd is, als je nog tot 1 mei moet onderhandelen over teksten, om daarover te stemmen? Omdat die onderhandelingsteksten, die maken ook deel uit van het pandemieverdrag. Ja, voorzitter, die onderhandelingen zijn al 2 jaar gaande. En daar gaat het nu niet meer over hele nieuwe onderdelen. Het gaat over, vaak ook over woorden of accenten die er moeten worden gelegd. Daarover vindt nu nog onderhandeling plaats. Dus de verwachting is echt, en de ambitie is er ook, van dat INB om ervoor te zorgen dat straks daar overeenstemming over is. Maar dat wordt nog, eind april wordt er nog verder onderhandeld. En de stappen die er gezet worden, daar houden we natuurlijk de Kamer van op de hoogte. Ja, voorzitter. Maar ik... Voorzitter, als ik mag, ik zou nog wel heel graag willen toevoegen dat het natuurlijk... het is al heel erg lastig om met meer dan 190 landen tot een overeenstemming te komen over zo'n pandemie-instrument. Laat staan als de nationale parlementen hier nog allemaal toevoegingen aan willen doen of wijzigingen in willen aanbrengen. Waar het straks om gaat, er ligt straks een, als het goed is, een verdrag. Kijk, als men er niet op tijd uitkomt, zal het ook nog niet ter ondertekening worden voorgesteld. En dat verdrag wat dan getekend wordt en wat door een groot deel van de leden moet worden ondertekend, is vervolgens aan de nationale parlementen om er dan mee verder te gaan en om het dan te bespreken en te kijken of men dat wil ratificeren.
Het is dus nog een heel proces wat daar dan nog wacht. Dus we hebben ook... eigenlijk is het ondertekenen van zo'n verdrag is het moment dat je zegt, nou, over deze tekst zijn we het met elkaar eens. En dan gaat het naar de lidstaten. En die gaan daar dan nationaal verder over hebben. Dus dat is het moment waarop dan de Kamer ook zou kunnen beslissen. Nou, bepaalde artikelen willen we niet, daar willen we niet aan deelnemen als het gaat over de ratificatie. Ten slotte. Ja, voorzitter. Ik snap het hele proces, maar er wordt nog flink onderhandeld. Dat lees ik iedere keer. Dus we zijn het er nog lang niet over eens. En ook in de tekst lees ik dat, wat de minister zegt, het zal niet leiden tot belangrijke wijzigingen. Hier in het document staat, een flink deel daarvan zal niet leiden tot belangrijke wijzigingen. Dus er is een risico dat er wel belangrijke wijzigingen worden doorgevoerd. En dan heb je toch echt meer tijd nodig als land om daarover te kunnen beslissen. En ik snap niet waarom het erop aan is gestuurd. En ik snap dat er heel veel landen meekijken. Maar waarom kunnen we hier toch niet iets meer pas op de plaats nemen om ook die belangrijke wijzigingen, om die serieus te nemen? Voorzitter, het is de taak van het kabinet, van de regering, om vorm te geven aan het verdrag, samen met de andere lidstaten van de Wereldgezondheidsorganisatie. En het is aan de Kamer om daar vervolgens naar te kijken, om te kijken of men dat wil ratificeren. Dat is de volgorde. En er is op dit moment geen aanleiding om te zeggen, we moeten dat uitstellen. Het kan best zijn dat in april bij de onderhandelingen blijkt dat men over sommige wijzigingen niet eruit komt met elkaar. Dan zal het niet worden voorgelegd voor ondertekening. Als dat niet het geval is en men komt er wel uit, dan zal dat wel gebeuren op de assemblee. Eind mei. De heer Van Meijeren. Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Als de wijzigingsvoorstellen van de internationale gezondheidsregeling zoals die nu voorliggen in werking treden, krijgt de WHO de bevoegdheid om een potentiële gezondheidscrisis uit te roepen? Krijgt de WHO de bevoegdheid om die aanbevelingen te doen die kunnen zien op isolatie, quarantaine, vaccinatiebewijzen? En heeft de Nederlandse regering zich ertoe verplicht om die aanbevelingen ook op te nemen? De minister probeerde zojuist deze zorgen weg te nemen door te verwijzen naar artikel 24 derde lid. Maar dat is niet 24 derde lid van die internationale gezondheidsrichtlijn. Dat gaat over het pandemieverdrag. En daar staat ook expliciet in dat het pandemieverdrag al zodanig geen nieuwe verplichtingen creëert. Dat klopt. Dat wordt ook door niemand gezegd. En de minister veroorzaakt hiermee verwarring, zooit strand in de oog. Dat vind ik heel erg kwalijk. Zeker als ze dan ook nog op een denigrerend toontje aan het doen is alsof mevrouw Keizer niet goed kan zoeken. Want in de stukken die de minister naar de Kamer heeft gestuurd stond die bepaling überhaupt nog helemaal niet. Maar is de minister het met mij eens dat artikel 24 lid 3 van die pandemieovereenkomst beperkt is tot de reikwijdte van die pandemieovereenkomst en dat die internationale gezondheidsregeling waarin staat hoe dan een mogelijke gezondheidscrisis bestreden moet worden, wel degelijk dwingende aanbevelingen met zich mee kan brengen? Ja, voorzitter, er is mij door mevrouw Keizer en door de heer Van Dijk ook gevraagd naar inderdaad de verhouding tussen dat IHR en het pandemieverdrag of het pandemieinstrument, hoe we het willen noemen. De IHR is dat is al een veel langer bestaande regeling. Het internationale instrument dat zich richt op nationale capaciteiten ter voorkoming, paraatheid en respons op een internationale gezondheidscrisis. Dat hebben we al lang. Het stelt eisen aan inderdaad monitoring, surveillance en vroeg signalering om nieuwe virussen te detecteren en kent een opschalingsmechanisme waarmee landen elkaar kunnen informeren en bijstaan. En als er echt iets aan de hand is, dan wordt onder de IHR een internationale gezondheidscrisis uitgeroepen. Dat is al zo. Het verdrag moet dus internationale samenwerking ten tijde van... het pandemieverdrag is dus complementair
aan het IHR. Want dat moet internationale samenwerking ten tijde van crisis bevorderen en moet eraan bijdragen dat onder meer de beschikbaarheid en leveringszekerheid van medische producten beter geregeld wordt. En daarnaast, ik noemde het al even, draagt het verdrag er natuurlijk toe bij dat we sneller op de hoogte zijn van nieuwe ziekmakende pathogenen die elders in de wereld opduiken. Dat moeten we van elkaar weten. Dus deze zijn complementair van elkaar. Ook de IHR is een instrument waarbij de WHO de faciliteiten biedt voor die internationale samenwerking. En uiteindelijk, als je je daar aan die regeling houdt en aan verbindt als lidstaat van de WHO, dan betekent dat dus ook dat je dat vorm wil geven. Anders onderteken je niet een verdrag of stem je niet met zo'n regeling in. En daar dat is natuurlijk heel belangrijk om dat steeds voor ogen te houden. Het is niet iets wat wordt opgelegd. Het is iets waar wij vrijwillig met elkaar in de wereld van hebben gezegd. We moeten samenwerken en zeker op het gebied van zo'n wereldwijde crisis moeten we dat blijven doen. Of moeten we dat vooral verbeteren, moet ik zeggen. Ja, voorzitter, heel erg bedankt dat de minister hier een door haar ambtenaren voorbereid verhaaltje heeft voorgelezen. Daar is heel erg goed in, maar het geeft natuurlijk totaal geen antwoord op de vraag. Ze is aan het uitleggen, ja, de internationale gezondheidsregeling die bestaan al lang. Dat wordt door niemand betwist. Het hele punt is dat daar op dit moment in staat dat de WHO adviezen kan geven, niet bindende adviezen over de aanpak van gezondheidscrisis. Nou ja, prima. Van mij mag iedereen ons adviseren en dan kunnen wij vervolgens die adviezen overnemen of terzijde schuiven. Het hele punt is nu juist dat in de voorgestelde wijzigingen die zinsnede niet bindend wordt geschrapt en dat er een bepaling wordt toegevoegd waarin staat dat de landen die partij zijn de WHO erkennen als leidinggever en coördinator ten aanzien van internationale gezondheidscrisissen en zich verbinden tot het uitvoeren van die aanbevelingen. Dus die vrijblijvendheid die tot nu toe nog uit de tekst bleek, die wordt weggenomen. Hoe kijkt de minister nou naar deze wijzigingsvoorstel? Als de minister wil dat die adviezen niet bindend blijven, als ze wil dat het aan onszelf is of we te zijner tijd die aanbevelingen wel of niet op willen volgen, dan moet zij toch ook tegen deze concrete wijzigingsvoorstellen zijn? Ja, voorzitter, ik heb helemaal niet gezegd dat ik dat niet wil. Ik heb juist gezegd, als je deze regelingen en zo'n verdrag, als je die ondertekent, dan heb je dus de intentie om daar ook gevolgen aan te geven. En hoe je dat doet, is aan de nationale lidstaten. Dat is niet aan de WHO. Dat er een aantal maatregelen moeten worden genomen, dat spreek je nou juist met elkaar af. Wat is nou belangrijk in dit verband? Heb ik een hele opsomming ook van gemaakt. Wat moet daar dan worden geregeld? Dat is wat we met elkaar afspreken. En als je zoiets met elkaar afspreekt, dan zeg je ook, dat gaan we ook zo doen. Dan gaan we die aanbevelingen gaan we opvolgen. Dat je dat vervolgens op je eigen manier doet, dat staat vast. Het wordt nu wel heel erg interessant, meneer de voorzitter, want eerder heeft de regering nog het standpunt verkondigd dat die wijzigingsvoorstellen waarin dat niet bindend werd weggehaald, dat de regering daar ook geen voorstander van is. Nu geeft de minister aan, ik ben daar eigenlijk wel een voorstander van, want als je een verdrag ondertekent, dan moet je je daar ook aan houden en dan moet je die aanbevelingen ook opvolgen. Maar die aanbevelingen die zijn heel erg concreet. Dus de minister zegt, hoe wij een gezondheidscrisis aanpakken, dat is aan onszelf. Nee, dat is nu juist precies waar de WHO aanbevelingen over doet. En als zo'n aanbeveling komt te luiden, voer quarantaineverplichtingen, voer een mondkapjesverplichting in, voer een schoolsluiting in, en het kabinet verbindt zich er op voorhand toe om al die aanbevelingen op te volgen, dan is daarmee dus onze nationale soevereiniteit totaal te grabbel gegooid. Maar dit is helemaal niet aan de orde, voorzitter. Hier gaat het helemaal niet over. Het gaat er niet over dat de WHO dat soort dingen gaat voorschrijven. Het gaat erom dat ik dit waar het mij om gaat, is dat we moeten vaststellen dat als we zeggen we willen dit doen, dat we dan ook daar zelf over gaan hoe we dat uiteindelijk uitvoeren. Ik ga even mijn antwoorden ordenen, voorzitter, zodat ik... Toch even tot slot. De minister zegt nu, het is niet zo, het staat er niet, het staat er wel.
In artikel 18 staat wat voor aanbevelingen er kunnen zijn. Daar staat implement isolation, implement tracing of contacts, review proof of vaccination, require medical examinations. Dit zijn hele concrete aanbevelingen die de WHO straks zou kunnen gaan doen. Als de minister dit überhaupt niet scherp voor ogen heeft, dan raad ik haar aan om hier nog eens heel goed naar te kijken. Maar het heeft alle schijn van dat ze hier de Kamer aan het verwarren is en zand in onze ogen aan het strooien is. En dat is heel erg kwalijk. Voorzitter, ik heb al een paar keer aangegeven wat ik wil antwoorden. Ik zal dat niet herhalen, maar ik kom zo nog even terug op een paar elementen daarvan. Want ik was eigenlijk na mijn inleiding van plan om de vragen in verschillende blokjes te beantwoorden. En misschien dat dat ook in het debat wel helpt hoe we hier mee omgaan. Ik wou het hebben over de inhoud van het verdrag en de IHR, maar dat hebben we eigenlijk net al gedaan, dus ik zou zeggen die beantwoording is aan de orde geweest. Dan heb ik een blokje over soevereiniteit. Ik heb een blokje over ratificatie en ik heb een blokje overig, voorzitter. Dus als u mij toestaat, ga ik door met het volgende onderwerp, soevereiniteit. Nou ja, daar ging het al hier ook over. Ik heb al aangegeven, ook op een vraag van de heer Bushoff, die heeft daarover gevraagd, dat het parlement uitdrukkelijk en nadrukkelijk is betrokken bij de ratificatie. De heer Van Dijk vroeg mij ook te benadrukken dat dit parlement over de pandemiebestrijding blijft gaan. En dat kan ik natuurlijk bevestigen. En ik heb ook al schriftelijk aan de Kamer laten weten dat de voorstellen van het pandemieverdrag geen bepalingen bevatten waarin nationale bevoegdheden en soevereiniteit worden overgedragen. Mij is ook een vraag gesteld over welke elementen onderhandelt de Europese Commissie namens Nederland. En we krijgen graag een bevestiging dat Nederland niet haar soevereiniteit verliest. De bevoegdheden van de Europese Unie zijn vastgelegd in de Europese verdragen, de onderhandelingen omtrent het pandemie-instrument en uiteindelijk het instrument zelf brengt geen verandering aan in deze bevoegdheidsverdeling tussen de Unie en haar lidstaten. Bij de onderhandelingen respecteren de Europese Unie en de lidstaten de bevoegdheidsverdeling. De Commissie is in de onderhandelingen alleen gemachtigd om te onderhandelen over aangelegenheden waarvoor de EU ook bevoegd is of waar ze een complementaire bevoegdheid heeft. En daarnaast zijn de lidstaten in dit geval met de Commissie overeengekomen dat ze ook gemachtigd is het woord te voeren in nationale competenties. En de lidstaten die stemmen dan op basis van consensus deze inbreng af. Ik zou een voorbeeld kunnen noemen waar de EU bijvoorbeeld over gaat. Dat zijn dwanglicenties rond octrooien. Dan, voorzitter, op het gebied van de exclusieve bevoegdheden van de lidstaten zal de voorzitter van de Raad het woord voeren en de lidstaten stemmen op basis van consensus ook deze inbreng af. En op het gebied van volksgezondheid heeft de Unie natuurlijk een beperkte coördinerende, aanvullende en ondersteunende bevoegdheid. Want de lidstaten blijven op dit gebied zelf bevoegd. Dan, voorzitter, kom ik bij het onderwerp ratificatie. Mevrouw Keizer. Zelf bevoegd om al dan niet in te stemmen op die vergadering eind mei met de teksten die voorliggen. Is dat wat de minister bedoelt, voorzitter? Ja, voorzitter. Elke lidstaat kan zelf beslissen om niet in te stemmen met het pandemie-instrument zoals dat voorligt. Mevrouw Keizer vroeg ook naar de directeur-generaal van de WHO. Dat staat in artikel 12, stelt een noodsituatie vast. Die bevoegdheid van de directeur-generaal van de WHO vormt al sinds 2005 onderdeel van die internationale gezondheidsregeling. De directeur-generaal heeft hierbij de mogelijkheid om een public health emergency of international concern uit te roepen. En de WHO heeft als mondiale gezondheidsorganisatie met veldorganisaties in vele landen een uniek zicht op gezondheidsbedreigingen. De DG beslist dat niet in zijn eentje, maar komt op grond van alle informatie die er uit de lidstaten komt en van de veldorganisaties, komt die natuurlijk op zo'n uiting, zo'n uitroep. Dus het lijkt me ook
een logische stap dat de DG van de WHO op basis van al die informatie een crisis kan uitroepen. Hij gebruikt die bevoegdheid overigens niet ruimhartig, want sinds 2007 is dat 7 keer gebeurd. Op basis daarvan kan de DG aanbevelingen doen voor gezondheidsmaatregelen of maatregelen rondom het reizigers- of goederenverkeer. Lidstaten zijn, zeg het maar weer, autonoom in hun keuze om aanbevelingen op te volgen als zij nationaal beleid vaststellen rondom crisismaatregelen. Voorzitter, mevrouw Agema had ook een vraag over de IHR, over de gelijkwaardige toegang. En zij vroeg, wat betekent gelijkwaardigheid dan? Tijdens de pandemie leek het af en toe inderdaad, zoals mevrouw Agema zei, een beetje ieder voor zich. Nou, dat is eigenlijk precies wat je met de aanpassingen aan de IHR en de nieuwe afspraken in een pandemie-instrument wilt aanpakken. Bij een internationale crisis moet het niet ieder voor zich zijn. Niemand is veilig totdat iedereen veilig is. En daar moet je nou juist afspraken over maken. Met het oog op toekomstige, ernstige, grensoverschrijdende gezondheidsdreigingen en het recht op een zo hoog mogelijk niveau van gezondheid voor iedereen, zet Nederland daarom in op het opschalen van lokale en regionale productiecapaciteit in kwetsbare landen en regio's. Onder andere via actieve betrokkenheid bij het EU Manufacturing Access to Vaccines, Medicines and Health Technologies. Als het nodig is, zullen we tijdens pandemieën een klein deel van de productie van de dan noodzakelijke middelen beschikbaar stellen aan de WHO voor humanitaire inzet. Dan, voorzitter, was er een vraag van mevrouw Keizer over of we via de achterdeur 2G-digitale certificaten krijgen. Er wordt binnen de WHO niet onderhandeld over 2G-digitale certificaten. Er zijn in het kader van de wijzigingen op de IHR voorstellen gedaan om naast het welbekende gele boekje met vaccinaties ook digitale vaccinatiebewijzen mogelijk te maken. Maar het is aan de lidstaten om zelf te bepalen op welke manier, in welke vorm en op welke juridische basis al dan niet digitale certificaten worden uitgegeven. Er is dus nog in het pandemieverdrag, nog in de IHR sprake van enige vorm of aanzet tot een vaccinatieplicht in welke vorm dan ook. Voorzitter, mevrouw Keizer vroeg ook naar de One Health aanpak. Een geïntegreerde aanpak die streeft naar het duurzaam in balans brengen en optimaliseren van de gezondheid van mensen, dieren en ecosystemen. Deze aanpak erkent dat de gezondheid van mensen, huis en wilde dieren en de bredere omgeving, inclusief dus de ecosystemen, nauw met elkaar verbonden zijn en afhankelijk. En dat de gezondheid van mensen en dieren met elkaar verbonden zijn, dat wordt natuurlijk bevestigd door eerdere gezondheidsbedreigingen die zoonozen waren. Dier op mens overdraagbare ziektes zoals vogelgriep, maar ook ebola of verder terug de pest. Het is dus van belang dat de One Health aanpak een onderdeel uitmaakt van een pandemie-instrument. Vroeg mevrouw Keizer ook, wat gaat dat allemaal kosten als je over die One Health aanpak spreekt? Nou, in Nederland hanteren we dit al jaren voor de preventie, bestrijding en respons ten aanzien van de zoonotische risico's in binnen- en buitenland. Bijvoorbeeld is dat geïntegreerd in de opdrachten van mijn ministerie aan het RIVM, maar ook, voorzitter, in de opdrachten van het ministerie van LNV en van INW aan hun instituten. We stemmen daarbij zo goed mogelijk op elkaar af. Dit beleid en de bijbehorende financiële inzet zetten we voort. Er is geen sprake van een stijging van kosten door de IHR. Daarnaast kan ik u laten weten dat, maar daar komen we ook nog hier in de Kamer met elkaar over te spreken, in het kader van de beleidsagenda pandemische paraatheid voor het beleid gericht op het verkleinen van het risico op een grootschalige uitbraak van zoonozen in Nederland, het huidige kabinet ongeveer 3,7 miljoen euro per jaar extra structureel beschikbaar heeft gesteld, maar dat staat los van internationale afspraken. Dan, voorzitter, vroeg mevrouw Agema naar hoe ze zich moet voorstellen dat er
hoe dat gaat in het pandemieverdrag met betrekking tot het zorgpersoneel. Komt er een soort Rode Kruistaak? En wat zegt dat eigenlijk over de personeelstekorten in de verschillende landen? Tijdens de COVID-19-crisis is natuurlijk gebleken dat veel landen in de wereld problemen ondervinden met het opschalen van hun acute zorg. En artikel 7 in het verdrag roept lidstaten op om voldoende aandacht te schenken aan de werving, opleiding en inzet van zorgpersoneel dat in crisistijd inzetbaar is. In Nederland werken we in het kader van het beleidsprogramma Pandemische Paraatheid bijvoorbeeld aan een nationale zorgreserve. Het verdrag wijst er ook op dat bij de werving van nieuw zorgpersoneel landen opletten dat ze niet zodanig personeel uit andere landen werven, waardoor daar dan weer tekorten ontstaan. En artikel 7 roept landen ook op om via samenwerking en financiering de allerzwakste landen te steunen. Dat laatste is natuurlijk geen sinecure, want wanneer kwetsbare landen onvoldoende in staat zijn om op een noodsituatie, een pandemie in te spelen, dan zijn ze ook niet in staat om eventuele uitbraken in te perken. En dat raakt toch ook weer aan ons eigen belang, want een virus houdt zich niet aan grenzen. Maar het is dus zeker niet zo dat er een soort Rode Kruisfunctie aan Nederlands zorgpersoneel wordt gevraagd. Dan, voorzitter, vroeg mevrouw Thiele naar de strategische onafhankelijkheid van het vestigings- en het vestigingsklimaat. Of ik kan bevestigen dat vanuit Nederland de wens er is of op tafel ligt dat het verdrag daaraan kan bijdragen. Nou, de pandemie heeft natuurlijk laten zien dat de wereldmarkt niet altijd medische producten heeft kunnen leveren waar dit het meest nodig was. En die ongelijkheid staat in de weg bij het voorkomen en bestrijden van pandemieën. Daarom steunen Nederland en de EU initiatieven om dit te verbeteren, zowel binnen het pandemie-instrument als met het ondersteunen van initiatieven zoals World Local Production Forum. Het pandemie-instrument heeft momenteel een aantal artikelen dat meer lokale en regionale productie stimuleert en de toevoerlijnen voor medische producten verstevigt. Dat is een van die onderwerpen waarover het gaat. Op termijn moeten deze projecten en regelingen de lokale ecosystemen voor productie van medische middelen verbeteren. En het vestigingsklimaat voor bedrijven is daar dus onderdeel van. Dan vroeg de heer Bushoff of we met dit instrument ook een betere monitoring van ontwikkelingen rondom een virus en informatie delen daarover. Een van de belangrijkste artikelen in de onderhandelingstekst betreft artikel 12. Dat gaat over het sneller delen van genetisch materiaal en of genetische sequentiedata tussen landen. En er wordt hiervoor een specifieke bepaling opgenomen dat landen zich hier expliciet aan committeren via een zogenaamd access and benefit sharing mechanisme. Op die wijze kunnen landen sneller achterhalen wat voor virus er rondwaart en welke variant het betreft. En dat is natuurlijk een belangrijke verbetering, want het stelt overheden in staat om risico's beter en sneller in te schatten. En het stelt bedrijven ook in staat om snel medische producten te ontwikkelen. Voorzitter, dan heb ik ook een vraag van mevrouw Keizer over die 4 maanden. Nou, die heb ik net behandeld. Ik heb op een rijtje gezet wat er rond die IHR en het pandemie-instrument aan wijzigingsvoorstellen, wanneer die zijn gedaan. En dat wij daarom van overtuigd zijn dat het niet noodzakelijk is om de behandeling door te schuiven naar 2025. Dan vroeg de heer Van Dijk nog naar de laatste stand van zaken rondom het pandemie-instrument. Nou, zoals al meerdere malen vastgesteld, er is nog geen definitieve tekst. Er vinden nog onderhandelingen plaats. Wat ik al zei, dat betekent niet dat er allemaal nieuwe teksten zijn. Dat is niet zo. De verwachting is dus dat het onderhandelingsresultaat een logische volgende stap is in het onderhandelingsproces. En nogmaals, het is wel duidelijk dat er geen bevoegdheden worden overgeheveld naar de WHO. De lopende discussies gaan nu onder andere over de preventie, het delen van technologische kennis, leveringszekerheid van medische producten en de bestaande mogelijkheden van financiering en hulp aan landen. En de verwachting is dat er gewerkt wordt naar een onderhandelingsresultaat op hoofdlijnen, met toekomstige uitwerkingen van operationele aspecten.
Pas als er een definitief onderhandelingsresultaat ligt, kunnen er definitieve uitspraken worden gedaan over de verplichtende en niet verplichtende elementen van de tekst. En dat is nog wel een belangrijke toevoeging, denk ik, bij wat ik zo pas heb aangegeven. De heer Van Dijk vroeg ook wat het inhoudt als het stuk juridisch bindend wordt. Ja, dat betekent dat de partijen bij het verdrag, althans degene die het geratificeerd hebben, met nadruk op ratificatie, nationale parlementen, zijn gebonden aan de inhoud zoals zij die hebben afgesproken. Dan ook nog een vraag van de heer Van Dijk over de juridische status van het document, wanneer dat duidelijk wordt. Ja, daaraan toevoegend, het statuut van de WHO biedt de mogelijkheid om een internationale overeenkomst te sluiten op grond van artikel 19, overeenkomsten, en artikel 21, dat gaat over regelingen. Beide zijn, onafhankelijk van hun benaming, internationaal rechtelijk gezien een verdrag en zijn in die zin juridisch bindend. Een staat is juridisch gebonden aan een verdrag als het verdrag geratificeerd wordt. Ratificatie vindt plaats volgens de nationale regels die een staat daarvoor heeft. In Nederland volgt dit uit artikel 91 van de Grondwet en de Rijkswet goedkeuring verdragen. Een verdrag onder artikel 19 moet volgens de Rijkswet ter goedkeuring worden voorgelegd aan de Staten-Generaal. Een artikel 21 verdrag wordt gezien als een uitvoeringsverdrag en hoeft niet voor toestemming te worden voorgelegd, maar wel worden voorgehangen bij de Kamer. En het kabinet heeft besloten dat het verdrag, ongeacht de grondslag in artikel 19 of 21 van het statuut, voor goedkeuring wordt voorgelegd aan de Staten-Generaal. Het gaat hier dus expliciet over het statuut van de WHO. De heer Diederik van Dijk. Dank voor de beantwoording van die vragen. Met ondertekening, zo zegt de minister terecht, binden we ons als lidstaat juridisch. Hè, als het hele proces netjes is afgerond. Dat betekent dus ook de juridische binding aan de aanbevelingen waarover we het eerder hadden. Maar vraag u nog even, stel je eens voor, een lidstaat zou er vervolgens toch verkiezen en we gaan die aanbeveling toch niet uitvoeren. Hoe gaat het dan? Worden we dan door de WHO aangesproken of doen lidstaten dat onderling? Kunt u daar nog iets van zeggen? Ja, wat er dan gebeurt is, als dat niet is ondertekend, ja, dan snij je jezelf in feite ook een beetje af van die internationale samenwerking. Maar het is Pardon, natuurlijk nee, altijd... Nee, nee, het woord is van de minister, spreekt. Het is altijd mogelijk natuurlijk om aan de Staten-Generaal om ervoor te kiezen om dat niet te doen. Ik zou het heel erg afraden, ook vooral omdat wij als Nederland natuurlijk altijd een voortrekkersrol hebben gehad als het gaat over internationale samenwerking. En daar hebben we hebben ook wel een belangrijke rol natuurlijk bij het vormgeven van dit verdrag. Ik zou dat heel jammer vinden, maar het staat natuurlijk staat het de lidstaten vrij om dat te doen. Zit even te kijken hoor, want ik heb daar wat wel een belangrijke denk ik onderscheid is dat, zoals ik al zei, op grond van artikel 91 van de Grondwet is goedkeuring van de Staten-Generaal vereist, hè, voor de ratificatie. Behalve in de gevallen waarvoor bij wet is bepaald dat goedkeuring niet is vereist. Dus in de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen zijn die uitzonderingen opgesomd. Dus die zijn er, die gelden. En in alle overige gevallen is het parlement bevoegd voor het goedkeuren van verdragen. En als dat, als het pandemie-instrument de vorm krijgt van een verdrag op basis van het artikel 19 van het WHO-statuut, en dat is het meest waarschijnlijk, dan valt het niet onder een van de uitzonderingen van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen. Dan moet het dus echt parlementair worden goedgekeurd voordat het kan worden geratificeerd. Ik denk dat dat belangrijk is om dat vast te stellen. Dank dat ik even wou ingrijpen. Excuus daarvoor was dat ik vreesde om een heel klein misverstand is. Ik ga er dus vanuit, ik veronderstel, het wordt allemaal ondertekend. Het traject wordt helemaal afgemaakt.
Dan zijn we dus ook juridisch gebonden aan de betreffende aanbevelingen. En mijn vraag is eigenlijk, op het moment dat zo'n aanbeveling er komt van de WHO en we leggen als lidstaat toch naast ons neer, wat gebeurt er dan? Spreekt dan de WHO ons aan of gaan we vanuit dat lidstaten elkaar onderling aanspreken? Dat was eigenlijk mijn vraag, wat gebeurt er dan? Zijn er sancties of et cetera? Ja. Voorzitter, daar kom ik graag op terug in de tweede termijn. Vraag van mevrouw Keizer. Ja. Ja, voorzitter. Het zijn allemaal heel veel procedurele en hoogover teksten. Maar weet de minister wat nou het verschil is tussen een pandemie en zo'n noodsituatie? Zo'n PH, Emergency of International Consequence, zo'n PHEIC. Dus zo'n noodsituatie. Want het maakt nogal verschil welk van de twee het is. En dat heeft ook consequenties voor de maatregelen die dan kunnen worden opgenomen. En er was net al even een interruptiedebat. Het laten vallen van dat woordje non-binding, is dat nou wel of niet een probleem voor de minister? Voorzitter, als het gaat over het eerste deel van de vraag en dat betreft de vraag hoe definieer je nou zo'n pandemie? Ik heb net aangegeven dat het een samenstel is van factoren die wereldwijd plaatsvinden. Hoe zijn we uiteindelijk tot de conclusie gekomen dat de COVID-besmettingen een pandemie vormden? Dat werd natuurlijk al vrij snel duidelijk door de enorme omvang die dit wereldwijd aannam. Of daar specifieke definities voor zijn waaraan dan zo'n beoordeling moet voldoen, dat weet ik niet. En dat denk ik ook niet. Ik denk dat het veel meer gaat, net zoals een arts op een gegeven moment een diagnose stelt bij een patiënt, een verzameling is van gegevens die de aanleiding geven tot het vaststellen van dat het om een pandemie gaat. En daar moeten natuurlijk worden de lidstaten daarbij betrokken en wordt daar vorm aan gegeven. En wat betreft het tweede deel van de vraag van mevrouw Keizer over het non-binding, daar ga ik even, voordat ik daar niet antwoorden op geef in lijn van wat mijn voorgangers hierover hebben gezegd, kom ik daar even op terug als het goed is, voorzitter, in de tweede termijn. Dat is wat mij betreft goed, voorzitter. Maar toch even terug naar de definitie wat nou een pandemie is of een noodsituatie. De minister zegt dat weet ik niet. Dat mag. Kan ze dan op terugkomen in de tweede termijn of bij brief. Maar toen ze zei ik denk niet dat er definities voor zijn, dat kan niet, voorzitter. Want op het moment dat een van de twee aan de orde is, dan ontstaan alle bevoegdheden van de directeur-generaal van de WHO. Inclusief alle maatregelen die daarbij horen. Dus dan heeft de minister wel een probleem met mij. Want je moet weten wat de definitie is van de verschillende situaties die aanleiding zijn voor toepassing van deze verdragen. En ik krijg daar nu geen antwoord op. Graag zou ik dan die definities, in ieder geval hoe de minister die het liefst die ziet, want ook die zijn allemaal onderdeel van discussie, om te kunnen inschatten wat de minister nou gaat doen als zij toch van mening is voor te moeten stemmen. Want dit is precies de poort waar langs de bevoegdheden van de WHO gaan ontstaan. En die kunnen verstrekkend zijn, voorzitter. Voorzitter, hoewel ik niet de conclusies van mevrouw Keizer allemaal deel, kom ik graag terug op die definitie en hoe die vormgegeven wordt. Dat is ook in tweede termijn. De heer Paternotte. Ja, voorzitter, mevrouw Keizer had het net over a Public Health Emergency of International Concern, hè, PHEIC. Die is na de eerste SARS-uitbraak is dat concept ontstaan in 2003. Zijn er sindsdien 7 afgekondigd door de WHO. Dus dat hebben we allemaal meegemaakt natuurlijk. De varkensgriep, ebola, het Zika-virus en ook de coronapandemie. Mijn vraag is, verandert er nou iets fundamenteels aan de definitie van een public health emergency of international concern? Of verandert er iets fundamenteels in hoe die wordt vastgesteld? Voorzitter,
Ik was even afgeleid. Zou de vraag nog even kan worden herhaald? Ja, omdat als je de vraag van mevrouw Keijzer hebt beluisterd, krijg je de indruk alsof er iets heel nieuws ontstaat. Namelijk het fenomeen Public Health Emergency of International Concern. Maar dat bestaat al 20 jaar. Er zijn er al 7 afgekondigd door de WHO, waaronder het Zika-virus, de varkensgriep en ook de coronapandemie. Ja. Mijn vraag is eigenlijk, verandert er nou iets fundamenteels aan zo'n Public Health Emergency of International Concern, wat dat is en wat het wordt vastgesteld? Want die indruk heb ik eerlijk gezegd niet op basis van de stukken die ik heb gezien. Maar ik leg de vraag graag voor aan de minister of daar nou echt iets aan verandert. Ja. Er verandert niet zoveel. Er zijn een aantal wijzigingen die zijn technisch. En als er inhoudelijk... mevrouw Keijzer zal vast terugkomen op het non-binding of binding. En ik heb gezegd dat ik daar in tweede termijn op terugkom. Wat inderdaad verder aan de orde is, is dat daar nog steeds in geregeld wordt hoe we samenwerken en wat er nodig is voor die samenwerking als het gaat om noodsituaties op het gebied van de zorg, van de gezondheid. Nou, voorzitter, dan afsluitend. In het verdrag staat nu al, de EIR, dat states have a legal duty to respond promptly to such a public health emergency. Oftewel, staten hebben nu al een plicht om daar prompt op te reageren in het belang van de publieke gezondheid. Dus ik heb ook het idee dat daar ook niets nieuws onder de zon is. Dat klopt, voorzitter. Dat kan ik beamen. Mevrouw Keijzer. Nou, ik vind het meer dan schattig hoe meneer Paternotte doet vandaag, voorzitter. De minister helpt hier. Dus dat doet mij deugd om dat te zien. Maar dan word ik precies. Ik wil heel graag weten of in die definities of daar mortaliteit nog in meegenomen wordt. Of dat in verschillende leeftijdsgroepen zich voor moet doen. Wat de consequenties zijn voor ziektelast bijvoorbeeld. Objectief of gepercipieerd. Want het maakt namelijk nogal verschil hoe je zo'n definitie vormgeeft. En daar is gewoon discussie over, voorzitter. En ik wilde zo galant zijn om de minister de gelegenheid te geven om daar in tweede termijn of schriftelijk op terug te komen. En ik zou dat ook zeer op prijs stellen, voorzitter. Want ik sta hier niet om te zieken of om vervelend te doen of om politiek een vluggertje te organiseren. Ik sta hier omdat ik me echt zorgen maak over hoe dit uiteindelijk uit gaat pakken. En dan moet je precies zijn in wat de poort is, de toegangspoort, waar langs de bevoegdheden van de directeur-generaal ontstaan. En welke bevoegdheden dat dan zijn, voorzitter. En in welke situaties. Dus ik stel voor, eigenlijk, voorzitter, zou ik het prima vinden als de minister daar gewoon schriftelijk uitgebreid op reageert. Zou prima zijn, voorzitter. Prima. Ja, voorzitter, ik ga dat even opzoeken. Maar daar zijn we in de verschillende brieven volgens mij ook op ingegaan. Maar ik ga even kijken waar dat dan staat. En als dat niet het geval is, voorzitter, dan laat ik dat in tweede termijn weten. En dan laat ik ook weten hoe we daar dan op terugkomen. De heer Paternotte. Ja, voorzitter, mijn optreden in dit debat werd net schattig genoemd. Een compliment. Door mevrouw Keijzer. Je zou het als compliment kunnen opvatten. Ik had alleen niet de indruk dat mevrouw Keijzer het zo bedoelde. Misschien even waarom ik hier sta, waarom ik hier ook af en toe even een verdrag citeer. Er wordt natuurlijk van alles geïnsinueerd in dit debat. Er wordt gesuggereerd alsof er een vaccinatiepaspoort is, waardoor we 2G zouden kunnen laten invoeren door de WHO. Blijkt niet waar te zijn. Alsof er een artikel 24.3 is waarvan de minister zegt dat het bestaat, maar niet zou bestaan. Kwestie van even googelen. Ja, en net ook weer alsof de Public Health Emergency of International Concern een nieuw concept is, terwijl het al 20 jaar bestaat. Voorzitter, daarom stap ik hier naar voren, omdat ik niet wil dat mensen die meekijken naar dit debat het idee krijgen dat allerlei dingen gebeuren waar ze van moeten denken, wat overkomt mij nu, terwijl het in heel veel gevallen of niet klopt of al lang bestaat. Het wordt een beetje wel eens niet eens bij de interruptiemicrofoon. Dat is een beetje sowieso de teneur van dit debat, maar dat mag. Ik geef mevrouw Keijzer even de gelegenheid om hierop te reageren. Dan hoor ik de minister weer. Dan hoop ik dat zij snel kan afronden en dat we naar de tweede termijn kunnen. Mevrouw Keijzer. Voorzitter, meestal als ik het woord schattig gebruik in relatie tot de heer Paternotte, is dat ook een compliment. Hij straalt hoor. Hij vindt het toch leuk. Nu was het, eerlijk is eerlijk, niet een klein beetje cynisch bedoeld, voorzitter. Dat vermoeden een enkeling al. Dat vermoeden een enkeling al. Dus prima, laat ik het u maar gewoon zo zeggen. Maar meestal is het positief bedoeld. Ja.
Ik stel de vragen omdat als ik geconfronteerd word met die opmerkingen, kan ik in de stukken de antwoorden niet vinden. En dan is zo'n debat ook bedoeld om uiteindelijk daar de waarheid en de feiten boven tafel te krijgen. En dat vind ik dan weer schattig. Voorzitter, ik snap deze opmerking van mevrouw Keizer. En er is een heel dik dossier. Dus ik ga dat graag even voor haar opzoeken. En dan kan ik daar op terugkomen. Kan de minister afronden, haar termijn reeds? Ja, ik probeer het, voorzitter. Ik kijk nog even naar opmerkingen van Forum. Allereerst zeg ik toch maar even om misverstanden uit de wereld te helpen. Er zijn ruim 300 voorstellen ingediend door de lidstaten. Daar wordt nu over gesproken. Bijvoorbeeld over het uitbreiden van de bevoegdheid tot elk risico met een potentiële impact op de gezondheid. Het is belangrijk te constateren opnieuw dat dit soort voorstellen niet gesteund wordt door het merendeel van de lidstaten en zeker ook niet door Nederland. Het is wel belangrijk te constateren dat de WHO geen bevoegdheden heeft of krijgt over nationale competenties, nog in de IHR, nog in het pandemie-instrument. In het pandemie-instrument is er zelfs om dit soort aparte misinformatie te ontkrachten een aparte paragraaf opgenomen over die soevereiniteit. Al genoemd, mevrouw Keizer kon het niet vinden, dat ga ik haar straks laten zien. De vraag of ik het eens ben dat eind mei er niet ingestemd kan worden met de wijzigingen. Ja, de huidige ambitie is dat die onderhandelingsrondes dan afgelopen zijn. Ik heb de Kamer verschillende malen geïnformeerd over de voortgang. Ik ben het dus niet eens, heb ik al eerder gezegd, met de stelling dat wij niet kunnen instemmen met het onderhandelingsresultaat, omdat ik ervan uitga dat het niet om grote wijzigingen gaat. Is dat wel het geval? Dan zullen we natuurlijk daar naar kijken. Maar nogmaals, het parlement moet uiteindelijk, als we een verdrag tekenen waar het kabinet het besluit over neemt, het instemmen van een verdrag. Het parlement moet bij een verdrag actief instemmen met het definitieve onderhandelingsresultaat voordat Nederland gebonden is aan de implementatie. En als er lidstaten in de eindfase zijn die zeggen het is nodig om de onderhandelingen te verlengen, dan zullen we ons constructief blijven opstellen, omdat wij die internationale samenwerking heel belangrijk vinden. Hier nog een vraag daarover van mevrouw Keizer. Dat is eigenlijk hetzelfde onderwerp. Klopt het, vroeg GroenLinks PvdA, dat de Tweede Kamer inmiddels 4 keer is geïnformeerd? Ik heb inderdaad aangegeven wanneer we dat gedaan hebben. Ik zal dat niet herhalen, voorzitter. Maar het is misschien wel goed om nog even aan toe te voegen dat er veelvuldige antwoord is op vragen vanuit de Tweede Kamer. Zoals op 29 november 23 op vragen van het toenmalig lid Paul Verwij over de zogenoemde sluipende onderhandelingen over het WHO-pandemieverdrag en de IHR. En op 23 maart 22 op vragen van toenmalig lid Van Haga ook over het IMD-pandemieverdrag. Dus er is voortdurend is de Kamer op de hoogte gehouden. De heer Van Dijk vroeg nog of het uitgesloten is dat het verdrag voorlopig van kracht wordt voor Nederland. Ja, dat is uitgesloten, want Nederland kan bij het pandemieverdrag alleen gebonden worden aan het verdrag als Nederland het verdrag ratificeert. En dat moet dan via die wetgevingsprocedure. En als Nederland niet gebonden wil worden aan de wijzigingen, bijvoorbeeld in de IHR, dan moeten wij dit tijdig doorgeven aan de WHO. En dan blijft de IHR van voor de wijziging voor Nederland gelden. En eigenlijk is dat ook een beetje antwoord op de vraag, wat gebeurt er nou als je het niet tekent? Ja, voorzitter. Ik heb nog wel het blokje Varia. Ja, ik heb toch nog een paar vragen die ik wel wil beantwoorden. Ik heb deze al genoemd over de EU. Er is gevraagd naar de financiën. Nee, ik laat het hierbij, voorzitter. Ik heb deze vragen beantwoord. Heel goed, tot zover de termijn van de regering. Een vraag nog van mevrouw Thiele. Ja, ik vond het antwoord op de vraag over de financiën, over dat pandemic fund, dat heb ik dan zeg maar niet helder genoeg begrepen. Dus kan de minister dat dan toch nog concreet
beantwoorden. Namelijk, wat is de impact van de pandemic fund zoals die nu zeg maar beschreven staat in de plannen? Ja, voorzitter, wat de impact daarvan is, dat kunnen we natuurlijk vaststellen wanneer de afspraken zijn gemaakt. Dat is nu nog te voorbarig, omdat die nog niet rond zijn. Daar wordt uw Kamer ook goed van op de hoogte gehouden. Mevrouw Janssen. Ja, voorzitter, klopt het dat ik de antwoorden op mijn vraag over virologisch onderzoek nog niet heb gekregen? Dat zou kunnen inderdaad, dat ik die nog niet gegeven heb. Als u mij toestaat, kom ik daar ook in tweede termijn even op terug. Want ik heb daar... ik moet daar nog even naar kijken. Klopt wat u zegt. Ik heb daar geen antwoord op gegeven. Prima. Nogmaals, tot zover de termijn van de regering. Ik ga kijken of er behoefte bestaat aan een tweede termijn. Dan geef ik graag het woord aan mevrouw Keizer van de fractie van BBB. Leden die afzien van een tweede termijn kan ik zeer begrijpen overigens. Ik heb een motie, voorzitter. Gehoorde beraadslaging constateren dat de WGIHR als het NIB gemachtigd zijn om de definitieve juridische formulering van de beoogde wijzigingen van de IHR en het pandemieakkoord te leveren aan de 77 wereldgezondheidsvergadering die eind mei 2024 zal plaatsvinden. Constateren dat dit proces een ongekend tempo heeft, terwijl voor dergelijke ingrijpende maatregelen meer tijd nodig is om deze te overwegen, te toetsen en goed te laten verlopen. Overwegen dat het negeren van procedurele verplichtingen in het kader van de IHR en het onduidelijk laten van het verband tussen de gewijzigde IHR en het nieuwe pandemieakkoord de internationale rechtsorde en daarmee de democratische legitimiteit van deze regelgeving ondermijnt en in strijd is met artikel 55 van de IHR. Dat vereist dat voorgestelde wijzigingen tenminste 4 maanden voor beraadlagingen en stemmingen in de WHO aan de verdragsleidersstaten zijn voorgelegd. Overwegen dat hierdoor onvoldoende gelegenheid is om de wijzigingen in hun belangrijke juridische gezondheid, economische, financiële en mensenrechtenimplicaties te onderzoeken. Overwegen dat het verzoek om de amendementen op de IHR of de tekst van boven het pandemieakkoord niet aan te nemen in overeenstemming is met VN-beginselen en richtsnoeren, draagt de regering op om uitstel te vragen voor de stemming over de amendementen en daarmee over de IHR en het nieuwe pandemieakkoord. Tijdens de Wereldgezondheidsvergadering en indien het uitstel niet verkregen wordt, tegen de voorgestelde amendementen op de IHR en het nieuwe pandemieakkoord in het geheel te stemmen en gaat over tot de orde van de dag, ondertekend mede door Danielle Janssen en mevrouw Agema, voorzitter. Het was een lange, maar het moest er allemaal in. Heel goed. Gaan we luisteren naar de Bussoff van de fractie van GroenLinks, Partij van de Arbeid. Ja, dank u wel, voorzitter. Als je rook wil blijven zien waar geen vuur is, dan ben je volgens mij blind voor de feiten en voor hoe internationale onderhandelingen werken en hoe we daarmee in dit parlement met ons wetgevingsproces omgaan. Desalniettemin hebben we volgens mij heel helder nogmaals gekregen, wat we zelf ook hadden kunnen vinden, dat er geen soevereiniteit wordt overgedragen. Dat is 1. 2. Dat de aanbevelingen die mogelijk volgen uit de onderhandelingen opvolging krijgen in nationale wetgeving, die ook gewoon een nationaal wetgevingsproces doorlopen. Volgens mij was het ook nog, en de minister komt daar nog terug in de tweede termijn, maar dat vraag ik dan bevestigend zo, dat als een lidstaat de aanbevelingen niet opvolgt, dat dan in artikel 25 staat in het concepttekst die er nu ligt, dat je elkaar daar onderling op kan aanspreken, maar dat het dus prima kan zijn dat wij als landelijk parlement, als nationaal parlement zeggen, goh, we maken een andere afweging of we gaan op een andere wijze om met de aanbeveling. Dat zou kunnen. We dragen dus wederom geen soevereiniteit over. Maar wat we wel doen, volgens mij is dat het belangrijkste, ons voorbereiden, ook internationaal, op het voorkomen van een pandemie. En volgens mij is het voorkomen van een pandemie en kijken hoe we daar vervolgens, als die zich voordoet, zo snel mogelijk korte metten mee maken, belangrijker dan angst aanjagen en aanwakkeren voor een mogelijk pandemie-instrument en het voorkomen van een pandemie. Dank u wel. Ja, mevrouw Keizer. Een korte vraag. Hoe leest dan de heer Bussoff dat in nieuw artikel 13a gezegd wordt dat recommendations gevolgd moeten worden?
Ja, voorzitter, ik vind het eigenlijk best logisch dat als je internationale afspraken maakt, en dat geldt natuurlijk voor eigenlijk bijna alle internationale afspraken die we maken, dat als we die vervolgens als Tweede Kamer, omdat het een verdrag is, ratificeren, dat we die daar ons dan ook vervolgens aan houden. Neem niet weg dat de vraag volgens mij dan voor ligt dat als er naar aanleiding van de onderhandelingen die nu plaatsvinden en de uitkomsten daarvan inderdaad een verdrag voor ligt, en er komen adviezen vanuit de WHO op basis van dat verdrag wat vervolgens geratificeerd is door de Tweede Kamer. Anders hebben we er namelijk helemaal niks mee te van doen. Maar als dat zo is, dan kunnen we alsnog zeggen, we volgen het niet op. En dan is de vraag, wat gebeurt er dan? Nou, dan kan een ander land ons daarop aanspreken en zeggen, goh, u volgt het advies en de aanbevelingen niet op zoals we dat hebben afgesproken. Waarom houdt u zich niet aan die internationale afspraken? Nou, en dan kunnen wij uitleggen waarom we dat niet doen. En dan is het denk ik verstandig dat wij als parlement meewegen waarom we dat niet doen en ook meewegen wat dat dan betekent voor onze internationale positie. Prima. Zoals dat heel erg gebruikelijk is, eigenlijk bij alle internationale verdragen, niks spannends aan. Nogmaals, je kan rook blijven zien waar geen vuur is, maar er is echt geen vuur om te blussen. Mevrouw Thiele van de VVD. Ja, voorzitter, dank u wel. Mijn laatste vraag over dat pandemic fund, daar was ik nog niet helemaal tevreden over het antwoord van de minister. Want ik wil gewoon begrijpen zeg maar, wat nu de plannen zijn en wat daarvan de financiële impact voor Nederland kan zijn. Dus wellicht kan de minister daar een toezegging op geven om daar wat meer over te zeggen, zodat we dat mee kunnen wegen als we straks een definitief verdrag of anderszins benoemd instrument voorgelegd krijgen. En ik heb één motie. De Kamer gehoort de beraadslaging overwegende dat strategische onafhankelijkheid van Europa op het gebied van productie en distributie van geneesmiddelen, hulpmiddelen en vaccins van groot belang is voor pandemische paraatheid. Overwegende dat het WHO-pandemieverdrag passages bevat gericht op betere afspraken over productie en distributie, verzoekt de regering om samen met de EU-lidstaten te komen tot een productie- en distributieplan, inclusief een gezamenlijke inkoopstrategie voor geneesmiddelen, hulpmiddelen en vaccins. En verzoekt de regering tevens om in kaart te brengen welke knelpunten gerelateerde bedrijven ervaren om zich in Nederland te vestigen en hoe deze te minimaliseren. En gaat over tot de orde van de dag. Heel goed, dank u wel. Mevrouw Danielle Jansen van de fractie van NSC. Voorzitter, ik had helaas nog geen vraag of antwoord gekregen op mijn vraag over virologisch onderzoek, maar dat krijg ik nog te goed. Ik had nog één kleine vraag aan de minister over de termijn. In de technische briefing staat het feit dat beide processen in recordtempo worden uitgevoerd als risico genoemd. Zou de minister daar nog een toelichting op willen geven wat het risico is en of zij dan bereid is of er een goed gevoel bij heeft dit risico te nemen? Dan heb ik één motie. De Kamer gehoort de beraadslaging. Overwegende dat de fact-finding-missie van de Wereldgezondheidsorganisatie in Wuhan, China van 2021 niet duidelijk heeft gemaakt wat de oorsprong is van het SARS-CoV-19-virus en dat de omstandigheden van de uitbraak in de winter van 2019-2020 in Wuhan nooit zijn opgehelderd. Overwegende dat de deelnemers van deze missie hebben verklaard onvoldoende toegang en mandaten hebben gekregen om het benodigde recherchewerk te verrichten en dat aanvullend onderzoek nodig is om de oorsprong van het coronavirus te vinden. Overwegende dat er zowel aanwijzingen zijn voor een zoonotische oorsprong van het coronavirus als voor een laboratoriumoorsprong en dat tot op heden geen van deze oorzaken zijn uitgesloten. Overwegende dat in de Verenigde Staten virologen hebben opgenomen om de risico's van onderzoek naar ziekteverwekkers met pandemisch potentieel, waarbij de virulentie, gastheerbereik, immuunontwijking, antibiotica of vaccinresistentie en of besmettelijkheid wordt verhoogd of dat anderszins het risico op een uitbraak in zich draagt, beter weet af te wegen tegen de veiligheidsmaatregelen. De alternatieven voor en de opbrengsten van dit type onderzoek, mag ik nog even doorgaan, twee zinnen. Overwegende dat labongelukken eerder hebben geresulteerd in menselijke besmettingen met SARS-1, antrax en influenza. Overwegende dat het WHO-pandemieverdrag in zijn huidige staat met name nadruk legt op zoonotische risico's en nauwelijks aandacht besteedt aan het belang van bioveiligheid in laboratoria, verzoekt de regering om zich ervoor in te spannen dat de WHO voor de preventie van nieuwe pandemieën evenveel aandacht schenkt aan het One Health-aanpak als op het verkleinen van de risico's van onderzoek aan ziekteverwekkers met pandemisch potentieel. Verzoekt de regering de WHO aan te sporen en vervolg te geven aan de fact-finding mission in Wuhan om alsnog de oorsprong van het coronavirus op te helderen en hierover de Kamer binnen 4 maanden te berichten. En gaat over tot de orde van de dag. Ik
Ik vind hem een beetje buiten de orde van vandaag, moet ik je zeggen. Wat zegt? Excuses. Nee, buiten de orde. Dus een iets ander onderwerp. Maar ik ga even kijken hoe dat bij de heer in de Kamer ligt. Blijf nog even staan. De Paternotte. Ja, ik snap wel wat de voorzitter zei, want het roept bij mij een vraag op die inderdaad ook niet echt raakt aan het debat. Maar denk ik wel belangrijk is als dit nu zo wordt neergelegd. Maar, voorzitter, valt, lab leaks hebben in het verleden geleid tot epidemieën. Dat is waar. En er is een probleem geweest met toegang. Maar op zich is er brede wetenschappelijke consensus dat het coronavirus COVID-19, SARS-CoV-2, dat een zoonotische oorsprong heeft. Ik voel me af welke aanwijzingen mevrouw Janssen opdoelt als ze zegt er zijn aanwijzingen dat dit uit het laboratorium komt. Ja, we gaan nu een nieuwe doos van Pandora opentrekken over waar het vandaag over gaat. Het gaat over dit verdrag of instrument moet ik zeggen geloof ik. En dat is het onderwerp van vandaag. Dus als we nu weer een brede maatschappelijke discussie gaan starten over de oorsprong van het coronavirus, vind ik een beetje buiten de orde vallen eigenlijk. Mag ik even één... Je mag zeker antwoord geven op de vraag van de heer Paternotte bij deze. Het gaat over het pandemie-instrument. Het verdrag gaat over preventie van nieuwe pandemieën. En dan wil je toch weten waar een vorige pandemie door is gekomen. En er is geen consensus over waardoor het is gekomen. Dat is algemeen bekend. Dat het niet is uitgesloten dat het ook is gekomen door een lab leak. U laat de motie wel toe, begrijp ik. Ja. Ja. Ik wil moties uit de vaart halen, doe ik alleen in een grootste nood. Nee, dat snap ik. Alleen dan hoop ik dat mevrouw Janssen het met mij eens is dat een verdrag inderdaad best kan gaan over de vraag hoe voorkom je nou dat laboratoria te onveilig zijn, dat daar een lekkage uit ontstaat. Maar dat dit pandemieverdrag er niet op ziet om eens nog het antwoord te geven op een recente pandemie, maar gaat om het voorkomen van zaken in de toekomst. Ja. Ja, en dan moet je dus weten wat er fout is gegaan. En dat weten we nu niet. Helder. Ik denk dat het is opgelost, meneer Bussoff. Een andere vraag. Ja, voorzitter, ik was nog even benieuwd, want daar ging er ook een motie volgens mij over waar mevrouw Janssen, begreep ik, onder stond. En was een groot punt in het debat. Dat ging namelijk over het wel of niet halen van de termijnen voor de wijzigingsvoorstellen, de amendementen die zijn ingediend op de IAR. Dat was een heel belangrijk punt voor mevrouw Janssen. En ik had het idee dat de minister had opgehelderd dat die termijnen heel goed werden gehaald. Dus is dat punt nu voor mevrouw Janssen ook inderdaad opgehelderd? Nee, dat is zeker niet opgehelderd. Onder andere doordat ik vind dat er nog steeds zoveel tijdsdruk zit op die onderhandelingstekst. Dat heb ik aangegeven. En ook omdat het in de tekst van de briefing ook wordt genoemd als een risico. Afrondend. Ja, voorzitter, dat is weer iets heel anders dan wat er net genoemd wordt. Dit is gewoon wat mevrouw Janssen nu vindt. Maar eerder was het punt van mevrouw Janssen, de termijnen worden niet gehaald. Daar was ze heel stellig in, die worden niet gehaald. Dus we kunnen dit eigenlijk niet doen. En ja, dat heeft de minister toch best wel goed opgehelderd. Is mevrouw Janssen het dan in ieder geval op dat punt met mij eens, dat punt van die termijnen halen, dat goed is opgehelderd? Nee, dat is voor mij onvoldoende opgehelderd. We gaan luisteren naar de heer Diederik van Dijk van de SGP. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, samen voor ons eieren. Dat was een bekende slogan van een heel bekend duo. Dat zou je kunnen toepassen op de aanpak van pandemieën. Met internationale samenwerking en afstemming helpen we niet alleen anderen, maar uitdrukken ook onszelf in tijden van een grensoverschrijdende pandemie. Niks mis dus met afstemming en samenwerking, et cetera. Maar je moet wel heel goed weten waaraan je verbindt. En ik moet eerlijk bekennen dat dit debat mij niet in alle opzichten wat dat betreft helderheid heeft gegeven en waar we ons nu precies aan binden. Natuurlijk ook inherent misschien aan verdragen, eigen dynamiek, vaak vage teksten. En ik vond soms, zeg ik in alle vriendelijkheid, de antwoorden van minister ook minder scherp dan ik van haar gewend ben bij andere debatten. Ik ben blij dat zij nog terugkomt op het punt van de non-binding. Ook op de vraag, als wij na ratificatie de WHO-aanbevelingen niet uitvoeren, wat gebeurt er dan precies? En ik voeg daar nog de vraag aan toe, kunnen burgers na ratificatie rechten ontlenen aan dit verdrag? En wat betekent dat dan?
Ja, en tot slot, dat haakt een klein beetje ook aan bij de eredienende motie van mevrouw Keizer. Ja, als je nu nog niet weet welke amendementen in stemming gaan komen, hoe kunnen we dan in vredesnaam goed overzien wat de consequenties ervan zijn? Dus ik hoop dat hier de minister toch nog wat meer helderheid over kan scheppen. Dank u wel. De heer Paternotte van D66. Ja, voorzitter, de meest recente pandemie, de coronapandemie, heeft natuurlijk niemand koud gelaten. En dus is het ook logisch dat daar veel gevoelens over leven en vragen over zijn. Ik vind het positief dat eigenlijk er zo breed door veel partijen wordt gezegd dat het goed is om internationaal afspraken te maken. Er waren natuurlijk wel zorgen. Er zijn zorgen uit door de Kamer over de vaccinatiepaspoorten of digitale vaccinatiebewijzen. Maar dat blijkt in feite het gele boekje te zijn. Dus die zorg is weggenomen. Er was een zorg of die soevereiniteit, artikel 24 lid 3, of dat nou eigenlijk wel echt in het verdrag zit. Maar ik heb het idee dat die zorg is weggenomen. Er was de zorg dat wijzigingsvoorstellen maar een maand op tafel liggen. Maar dat blijkt veel langer te zijn, zo'n 20 maanden. Dus ook die zorg heeft de minister kunnen wegnemen. En voorzitter, ja, dan denk ik dat het goed is om je zegeningen te tellen. Te constateren dat dit debat voor de welwillende luisteraar ook een hoop dingen weer duidelijk heeft te kunnen maken die blijkbaar leven. En dat is mooi. Want uiteindelijk zullen we elkaar nodig hebben. Alleen samen krijg je pandemieën onder controle. En dat geldt niet alleen binnen Nederland, maar dat geldt voor de hele wereld. Dus wij moedigen internationale samenwerking aan. En we hopen dat we hier in de Tweede Kamer binnenkort met elkaar een pandemieverdrag kunnen gaan bespreken. Dank u wel. Laatste spreker van de zijde van de Kamer was de heer Van Meijeren, maar hij ziet af van zijn spreektijd. Ik schors 10 minuten en dan gaan we luisteren naar de minister. Het woord is aan de minister en ik hoop dat we er snel doorheen kunnen gaan. Ja, voorzitter, dat hoop ik ook. Ik zal eerst even reageren op de vragen die gesteld zijn. Ik heb een vraag van mevrouw Keizer over het woordje non-binding en over de definitie van een pandemie. Voorzitter, als het gaat over het woord non-binding, ik had al gezegd, daar kom ik op terug. De aanbevelingen van de WHO zijn niet juridisch bindend, het is namelijk een advies. Maar het is niet zo dat ze dan makkelijk makkelijk ze naast je neer kan leggen. Dat is niet zo. De aanbevelingen van de WHO worden op basis van gedegen onderzoek en door experts met kennis van zaken opgesteld. En de nationale autoriteiten moeten dat advies goed overwegen. Het staat een overheid vrij om dit vervolgens naast zich neer te leggen. En het wegnemen van het woord non-binding, dat reflecteert deze realiteit het beste. Eigenlijk is er geen sprake van een binding of non-binding. En in die zin is dat voor mij ook geen probleem. Want dat vroeg mevrouw Keizer. Overigens wordt verwacht dat die wijziging dat die niet wordt overgenomen. Dus dan is het probleem er niet. Mevrouw Keizer vroeg het artikel over de bevoegdheden in het verdrag. En ze zei, in de Kamerbrief staat niet artikel 24.3. Dat klopt. Ik ben dat nagegaan. Maar er werd hier nog verwezen naar de onderhandelingstekst van 30 oktober 2023. Maar we hebben daar al aangegeven in die brief dat er geen bevoegdheden zouden worden overgeheveld naar de WHO. Daar waren de lidstaten het al over eens. En in de laatste versie van de onderhandelingstekst van 13 maart jongstleden staat het artikel 24, paragraaf 3. En dat is dan ook de versie van de onderhandelingstekst waarin de technische brief gisteren naar verwezen werd. Dus in die zin, mevrouw Keizer heeft daar in gelijk dat dat niet in die brief stond. Maar het staat dus inmiddels in de onderhandelingstekst. Was toen nog niet bekend. Heb ik nog een vraag liggen van de heer Paternotte over de stappen die gezet gaan worden om de gegevensuitwisseling goed te gaan organiseren. Op nationaal niveau ziet de derde tranche aanpassing wet publieke gezondheid op grondslag voor elektronische gegevensuitwisseling in het kader van infectieziektebestrijding. En ik verwacht het wetsvoorstel rond de zomer in consultatie te brengen. En ik heb nog een uitgebreider antwoord, maar ik zal het hier even bij laten, want ik zie de heer
paternotte niet in de zaal. Ik kan er eventueel zometeen nog op terugkomen. Mevrouw Jansen had nog een vraag over ik vind dat de veiligheid van virologisch onderzoek nagenoeg mist in het verdrag. En dat het een prominente plaats moet krijgen. Nou, de veiligheid bij het uitvoeren van onderzoek met ziekteverwekkers is natuurlijk van groot belang. En de WHO besteedt daaraan dan ook terecht veel aandacht. Ze hebben een handboek, een app, een deskundigengroep en verzorgen opleidingen voor laboratoriumpersoneel. En de aandacht in het verdrag komt daar nog bovenop. Dus ik heb geen expliciete nadere wensen voor het verdrag op dit punt. De heer Van Dijk vroeg wat nou als de aanbevelingen niet worden opgevolgd. Wat gebeurt er dan? De aanbevelingen rondom gezondheidsmaatregelen of rondom het reizigersvervoer kunnen alleen onder de IHR worden gedaan. En die aanbevelingen zijn niet bindend. Wel zwaarwegend, zoals ik al zei. Lidstaten kunnen deze aanbevelingen meenemen in hun nationale beleidsmaatregelen, maar ze zijn niet verplicht om ze mee te nemen. En de WHO zal individuele landen daar niet zo snel op aanspreken, maar het is niet uitgesloten dat lidstaten van de WHO zelf elkaar daarop aanspreken. Bijvoorbeeld als de WHO geen aanleiding ziet om reisbeperkingen in te voeren en lidstaten voeren die wel in. En dan kan dat tot bezwaren leiden en daar zullen ze dan onderling het met elkaar over eens moeten worden. En andersom, als lidstaten gezondheidsmaatregelen nemen die ook effect hebben op naburige lidstaten, bijvoorbeeld als je het hebt over testverplichtingen voor grenswerkers, ja, dan kunnen landen elkaar daar ook op aanspreken. Maar dat doet dus niks af aan het feit dat WHO-aanbevelingen niet verplichtend zijn. Mevrouw Keizer, die zei, weet de minister, nou, het verschil tussen een pandemie en een public health emergency of international concern. Nou, die laatste is een noodsituatie die al afgekondigd kan worden, heb ik al eerder aangegeven, door de DG van de WHO. En er zijn al diverse afgekondigd. Maar de IHR houdt zich bezig met gezondheidsbedreigingen in brede zin. En het pandemieverdrag gaat natuurlijk over iets anders. Want die gezondheidsbedreigingen in brede zin, dat kan ook gaan over chemische rampen of nucleaire rampen. In de onderhandelingen bij de IHR wordt ook gesproken over verschillende gradaties van noodsituaties. En daaronder, daar spreken ze dus over, valt ook de definitie van een pandemie. Een specifieke internationale gezondheidsbedreiging. En een definitie hiervoor wordt bij de komende onderhandelingsronde besproken. Dus het is nog onderwerp van gesprek, hoe je dat definieert. De voorlopige definitie van een pandemie is overigens gedeeld in de onderhandelingstekst van het pandemie-instrument van 30 oktober, waar het woord mortaliteit weliswaar in voorkomt, maar niet gesproken wordt over leeftijd. Ik kan mevrouw Keizer die tekst nog doorgeven. Ik heb hem hier op papier. Hij is in het Engels. Lijkt me niet handig om dat nu hier allemaal uit te spreken. Voorzitter, als het gaat over wel of niet bindende karakter van amendementen. Ik zei het al, er zijn ruim 300 amendementen ingediend. En bijvoorbeeld de amendementen om het niet bindende karakter van de aanbevelingen op te heffen, die krijgen geen steun van Nederland ook. Er zijn meer amendementen die we niet steunen, maar deze ook niet. En die gaan ook geen meerderheid halen. Er was nog een vraag naar het financieringsinstrument van mevrouw Thiele. Het Pandemic Fund, het pandemisch fonds, bestaat al en wordt mogelijk gebruikt als financieringsinstrument voor het pandemisch verdrag. Het pandemisch verdrag kent geen verplichting om financieel bij te dragen aan het pandemisch fonds of welk ander fonds dan ook. Dus als dat aan de orde is, dan zal de Kamer daarover geïnformeerd worden. Voorzitter, dat wat betreft de vragen, dan kom ik bij de... Oh, mevrouw Keizer. Eén vraag, voorzitter. Zou de minister gewoon schriftelijk de Kamer willen informeren wat nou de definitie is in de teksten die op tafel liggen met betrekking tot pandemie
en met betrekking tot die PHEIC, die Public Health Emergency of International Concern. Zowel in het pandemieverdrag als in de IAR regulation en hoe die twee zich tot elkaar verhouden. Het is vrij precies en juridisch, voorzitter, en ik zou het zonde vinden van uw vergadertijd, voorzitter, om dat nu hier te doen, maar ik ben wel zeer geïnteresseerd. Voorzitter, ik wil dat best doen. Overigens herhaal ik nog maar een keer dat als het gaat over de onderhandelingen over het verdrag, dat de regering aan zet is. En als het straks over de ratificatie gaat, dat het dan aan de Kamer is om daar verder op te reageren. Maar ik geef graag informatie die mevrouw Keijzer vraagt. Ja. De Diederik van Dijk. Nog één vraag als het mag over het bindende of al dan niet bindende karakter. Zegt de minister hiermee ook met haar gegeven antwoorden dat burgers na ondertekening van dit verdrag met dit verdrag niet naar de rechter kunnen stappen om zo bepaalde rechten op te eisen? Na ratificatie geeft u aan. Ik denk dat er de gang naar de rechter, daar kan je niemand van afhouden. Dat kan natuurlijk altijd. Ik denk dat we geen garanties kunnen geven over de uitspraak van de rechter. Maar als het gaat over de vraag, is dit nou bindend? Dan heb ik al aangegeven, die aanbevelingen zijn niet bindend. En daar zal de rechter dan zijn oordeel, neem ik aan, of haar oordeel, op gronden. Maar ik kan daar geen enkele uitspraak over doen. Prima, de moties. De moties. Motie 1 van de leden Keijzer, Jansen en Agema. Voorzitter, om het maar even kort te zeggen. Er is voldoende tijd geweest om naar die onderhandelingen te kijken. De Kamer is meegenomen in verschillende brieven. De onderhandeling, als al gezegd, is aan het kabinet en ratificatie is aan de Kamer. Dus ik ontraad deze motie. Dan, voorzitter, de motie 2 van mevrouw Thiele. Het vergroten van de strategische autonomie van Europa op het gebied van productie en distributie van geneesmiddelen, hulpmiddelen en vaccins. En verzoekt de regering om samen met de EU-lidstaten te komen tot een productie- en distributieplan, inclusief gezamenlijke inkoopstrategie voor geneesmiddelen, hulpmiddelen en vaccins. Sinds de COVID-19-pandemie, kan ik zeggen, wordt er op EU-niveau al hard gewerkt aan strategische autonomie rondom medische producten. Als ik de motie zo interpreteer dat het hier gaat om een gezamenlijk optrekken rondom met name crisisgerelateerde geneesmiddelen, vaccins en medische hulpmiddelen, dan lijkt me dat zinvol, voorzitter. De inkoop van reguliere geneesmiddelen en medische hulpmiddelen is nationaal geregeld. Maar dan kan ik het oordeel Kamer geven. En dat wordt beaamd door mevrouw Thielen. Ja, en een tweede verzoek is daarover heb ik contact gezocht met EZK en die gaan dat oppakken. Dan, voorzitter, heb ik nog die hele lange motie van mevrouw Jansen. Ja, er zijn twee missies geweest. Die onderzoeken, wat nou de twee WHO-missies, One Health en het oppakken van de handschoen, zeg maar, om dit nader te onderzoeken, dat vindt plaats en dat kan ik ook toezeggen dat we dat verder doen. Maar ik ontraad de motie. Tot zover dit debat. Dinsdag stemmen we over de moties. Dank aan de minister voor haar aanwezigheid.